Slapzak, hè? Hallo Artis. Oh jee, mijn headset. Hoezo? Dat is lekker uit. Thank you.
Ja, ik ben blij voor die twee Eppo's. Hoi? Hoi nou, ik ben gewoon weer vroeg. Zoals altijd. Mensen naar de gym? Ja. No. Huh? Oh, ik sta in Discord op het moment. Wacht even, schat. Ik weet niet wat het is, wat er een schijt lijkt. Mijn instellingen staan allemaal goed. Nog moet ik jou op 100 zetten, 200 zetten. Oké. Ik weet niet wat het is, hoor. Zet die wel harder. Nee. Dan word ik maar doof. Yep. Lots of movement ahead. Be ready for anything. Fuck off. Good spell. Het slaat ook helemaal nergens op, joh. Godverdomme, sniper resistance aan en nog one shot die tyfus slijmen. Dat weet je toch, die bugs. Ja, maar het is gewoon bullshit. Maar maakt niet uit hoe het went verkeerd. Het is niet grappig meer, zeg maar. Nou. Lots of movement ahead. Be ready for anything.
party ahead. Seemed thrilled about Nagota's presence. They won't appreciate your words either. Huh? Nee, nee, ik spreek best. Ik vind het echt een kut loadout ook met die 7-7 serfs zo. Ga maar gewoon mee, Nicky. Tink je buiten. Straks. Heel vervelend hiervan.
Lots of movement ahead. Be ready for anything. Terrific. Hello. Yellow. How's everything going? Doing good, going good. Good, how's good. Hey. Meh. Meh? Meh. Meh. GM is bullshit, man. Het is echt bullshit. Nou ja. Met GM'en. Ja, ik was even solo aan het proberen, maar het is één grote pisbende hier, flikker op. Met sniper resistance hoor je makkelijk één schot te kunnen overleven. Nee, of in dat one shot die hoe dan ook. Zelfs met arc resist en sniper resist. Uiteraard, uiteraard. Dus ja, daar ben ik er klaar mee. En dan kan Destiny weer de tyfus krijgen. Nu al? We moeten nog beginnen. Oh ja, nee, maar de raid is een ander verhaal. De raid doen we omdat het makkelijk is. Zullen we dat niet te hard roepen? Nee. Dat klinkt jij ver, Riff. Ja, je klinkt echt super zacht. Ik weet niet in wat voor helhol je zit, maar... Die Mike, die hoeft maar een paar centimeter van je gezicht af te zitten. Je moet hem kunnen ruiken. Je moet hem kunnen ruiken, weet je wel. Ja, hij zit in mijn mond. En? Hoe smaakt hij? Beetje rubberachtig. Ah joh, dat ben je wel gewend. Dat is een G-set, maar we weten. Ik zeg niks. Hou de ja? Uit. Is that what she said? It's what she didn't say. Ja, als zij dat zei, dan hoop ik toch echt dat ze hem wel heeft ingesmeerd voor je. Want daar rouw in bij jou, dat lijkt me niet lekker. Goed begin, jongens. Ja, heerlijk. Heerlijk, wordt nou niet serieus genomen. Want als riff ik wel, maar ja, dan overal. Nee, riff. Nou, ik hang in orbit, ben ik klaar voor. Pak even drie bounties en is klaar. Oh ja, je bent tenminste wel de enige. Wel één die klaar voor is. Hey,
Weet je hoeveel minuten het kostte voordat het filmpje op TikTok werd geshadowband? Nou, 2 minuten. 1 minuut. Ja. 1 minuut, ja? 1 minuut. Toen stond hij al onder review. Toen stond hij al onder review. Hij staat er nog op. Ik weet nog niet voor hoe lang, maar hij staat er nog op. 27 views. Holy en, shit. 1 like. Je hebt 27 levens verpest, jongen. Ik heb 27 levens verpest, ja. Het allerergste is, degene die hem leuk vond, is ook echt gewoon een fucking meme-account. Een Nederlands meme-account, ja. Die kunnen dat wel waarderen. Ik moet even mijn telefoon oppakken. Pak jij even je telefoon. Hey, als jij nou even je telefoon pakt, hè, doe ik dat. Ja. Had ik hem ook lekker liggen. Maar ik ook expres... Anders wij kan ik niet afgeleid worden. Ik heb expres aan de kant liggen. Ik denk als ik nu live ga op TikTok, dat ik dat zo'n automatische cancel wordt. En nu al. Ja, echt zo. Ik kan het ook gewoon dubbel streamen. Doe je dat dan via je telefoon? Ja. Je kan het ook gewoon via je computer doen, hè? Nou, TikTok live? Ja. Serieus? Ja. Wacht, dat ga ik even opzoeken. Ja, dan zal je wel weer je stream moeten afsluiten, et cetera. Maar het enige wat je nodig hebt is die live code. Hoe bedoel je die live code? Die streamcode? Ja, je streamcode, ja. Nou, volgens mij kan dat niet. Ja, is goed, is wel. Op TikTok? Ik heb het er meer zien doen. Die doen het via... Ik weet niet precies hoe het werkt, hoor, maar... Even kijken, upload video. Vanuit upload video moet ik live kunnen zetten. Private stage, nee. Ik mag niet live. View profile. Wat is toch een vader hebben geweldig. Oh, wacht. Ik weet nog niet of ik het sarcastisch moet opvangen. Als ik over 2 uur ineens niet meer kan spelen, dan... Dan bal. Is het niet zo kritisch. Ja, mijn vader was van, ja, ben je al klaar met gamen? Ik ben net begonnen. Oh, dan heb je 2 uur. Hoe de fuck dat dan? Mijn vader hebben die hekel heet aan hun videogames. Dat klinkt als een zijn probleem. Ja, zolang je in zijn huis bent, dan gelden zijn regels. Ja, oké. Okay. Dat moet ik hem nageven, ja. Iedereen ready? Yep. Yes. Let's go. Wat voor classes hebben we allemaal mee? Een warlock en een? Titan. Wie is Titan dan? Ik. Oeh. Ik ben Hunter. Hunter is misschien wel echt een minste. Hoezo? Ja, voor de eerste drie prima. Gatekeeper ik wou zeggen, bij Gatekeeper switch ik waarschijnlijk. Oké. Ja, als je gaat switchen dan maakt het niet uit. Ja, ja. Ik zou zeggen, Hunter is wel beter voor de Gatekeeper hoor. Ja. In de toekomst, je zit over met Jegers als het goed is. Dus. Ja, als ik je Jegers kan vasthouden, is het echt geen probleem. En qua freeze en alles maakt dat ook niet uit, want dan kan ik gewoon dodgen om die messen te rechargen. Dan ga je doen net zoals die drie mannen legit, gewoon 2 minuten maar één vriezen. 2 minuten lang vriezen, hoe dat zo? Als die Jegers kan vasthouden. Ik team, die heeft dit legit gedaan. Ja. En ze hebben gewoon letterlijk zijn minute tower 2 à 3 minuten lang moeten alleen vriezen. Dat zit. Oké, en dan die spant hij ofzo. Dan kwam ik daar net de Aegis naar hem toe. Ah. Zij deed dit op dit manier. Oké. Nou, zal ik dit keer de plate wel cappen? Lijkt me een goed idee. Ja toch? Valt wel gewaardeerd worden. Pas wel. Zal ik dat ook doen, ja? Is goed. Doe ik het ook maar lekker, ja? Hey. Doe jij het even, man. We staan gewoon allemaal op groep. Ja toch, gaat een stuk rapper. Pretoria naar mid. Welke? Ja, weet ik veel. Degene die dood is. Gewoon leuk om dat aan een normale muismatje te hebben. Ja toch. Ik zou zeggen,
gewoon een fatsoenlijke partij met je eigen shit. Dat is wel heel fijn, de plan. Rip, blijf je wel leven? Nee. Met drie man is het wel belangrijk dat je blijft leven, zeg maar. Dat is wel echt. Langer mijn ding wordt niet gekapt in deze encounter. Nee, is gewoon een Pretorium, dat dus maakt dat inderdaad niet uit. En vriend, ga aan dat. Nee, maar survivability met tijger moet wel eventjes meer geleerd worden. Nou ja, gewoon hetzelfde als op andere classes. Heb ik hier de Oh hell no. Oh nee, klootzak. Ga van mijn plate af. What the fuck? Sorry. Bijna. Net niet. Mijn ook niet. Nee, opzouten. Opzouten, kutbeet. Op schade. Dan zijn we klaar. Ondanks dat Rivik twee keer dood is gegaan. Werd mijn platform had een keer gekapt? Nee. Ja, mij dan wel. Mij dan wel. Ja, doe 3x flawless. Hé, je krijgt nog loot. Ik had wel 3x flawless een keer kunnen doen. Zo. Ja, misschien met de tijd houden. Als we Etienne goed doorkrijgen. Dan is het wel goed te doen, nou, als iedereen gewoon zijn main class, het. Heel simpel, alleen Gatekeeper en Etienne is het probleem, voor de rest is niks een probleem. Yep. Gatekeeper en Etienne, de rest dat is, weet je wel, die Oracles gingen de vorige keer ook pauper goed, dat wel iedere 2x2 en 1x2, 1x3 en 2x2, dat ging echt fucking goed. Ja, dat moeten we nu gewoon weer doen en dan komt het best goed. Zeker weten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo ben gelopen, de originele rood is sneller. De originele D1 of de originele W2? Gewoon de originele weg. Deze rood. Omdat we eigenlijk altijd zo lopen? Ja, echt zo. Echt zo. Free loot en free loot is altijd welkom, zo. Loot, baby. Waar is mijn ignition code? Nee. Wat een loading trash. Energy erbij. Tracking Vorpal, Witherhoard, Akilas SMG, Tether, fuck it. En klaar. Hi Riff. Is push. Ging het goed? Ik zal eens even kijken of ik ammo finder fijn heb. Dat is wel fijn. Ja, we zien een goede ammo finder is inderdaad wel van. Oh, niet. Ja toch? Reload my shit. Waarom? Oh ja, de boslucht natuurlijk. Nani. Ik lig mij op schoot. Ik lig mij op schoot. Hé, hey, we hebben 4 guardians. What the fuck? I shit on you. Oh. Nou, let's go. Spring wel, ik weet niet of iedereen ready was. Hebben we overload rounds mee, jongens? Ik niet. Ik wel. Ik wel. Ik niet. Vervelend zeg voor je. Nou wel. Ik denk wel dat ik iets later bij mijn ads ben, maar. Withroot. Get fucked. Hey joh, doe normaal. Hey, loop gewoon eens door mijn energy heen of zo. Je moet er niet omheen lopen, kut, hè. Je moet ook geen energie gebruiken. Hey, ik heb een Warmind cell voor je daar neergelegd. In het midden, hij rolde naar beneden. Alsjeblieft. Alles dood! Jee. Ik neem eventjes mijn tijd om eventjes Blomorica aan te zetten.
Global Reach. Taking charge. Het is Legions. Oh mijn god, Warmind geeft geweldige vertalingen naar Pols. Waarom? Strateg OS. In plaats van ja, spelen we strategen dan? Kennelijk. Ja, mijn Warmind ontploft niet. Nanny! Hey, geef maar je, hou lekker je beest erbij, hè? Tjonge, jongen. Nou, zijn jouw beest zelfs naar jou toe komen? Nee. Kom het even bij jou dan. Dat betekent dat die engine is omgedraaid naar jou toe, want ik maak echt alles dood voor het überhaupt inspons of wat. Blijkbaar niet. Het zijn ook net twee kleine kindjes. Nee. Waarschijnlijk want die van jou komt terug. Het zijn net twee keer blonde dames. Ja, echt zo. Maar dat weten we toch van ze. Sorry, ze met twee vrouwen thuis, dat is ook niet geweldig, zeg je. Wat is er mis met twee vrouwen dan? Niks, behalve dat ze de hele dag alleen maar nagels gingen maken. Nagels maken? Ja, mijn moeder heeft van die hele hybride-achtige sets om nagels te zetten. Dat heet... Dat echt wat bij jou? Ja, ik wou zeggen, ja, vandaar, nou, maar vandaar zegt hij ook twee dames. Ja, dan zal het dus wel drie zijn. Nee, maar al mijn tanten zijn gekomen, dus... Abba. Dat we dus hele... Nee, Rivik, nee. Gewoon nee. Rivik? Ja? Moeten we het nog een keer uitleggen? Het is de bedoeling dat je blijft leven. We hebben geen lives. Succes met mijn ding dan. Nani? Alles is gedespawned, ouwe. Ja, dat zie ik. Bed gaat dood. Ouwe, wat zijn jullie nou aan het doen? Ik ben Rivik aan het redden, ik weet niet hoor, maar... Ik laat hem lekker liggen. Ik weet niet, ik ging niet dood, toch? Nee. Ik dacht alleen, het is misschien handig als we super gebruiken. Ik heb geen heavy meer. Ik denk dat ze jou kon leven. Nou, dat wordt vanzelf hun probleem als de kippen er zijn. Ah, ik heb liggen. Lekker als lobby dan. Rocket launcher. Nee, Hazen. Altijd die Hazen, man. Ik heb altijd loading met lasting, dus... Ik heb tracking vorpal, dus het is bij mij echt... Biep, biep. Ik heb gewoon energie. Ik heb Widowhorse daarvoor. Voor een Filipino. Oh ja, nee, ik ga niet met een zwaard tegen die kippen. Dat doe ik gewoon niet. Dat is, dat is een risico en dat blijkt. Want ja, Riffy ging dood. Nee, ik ging dood meer voor andere dingen hoor. Wat? Ik haal hem wel. Hoe dan? Oh. Dat had ik inderdaad niet meegenomen in de rekening. In de rekening of berekening? Ik heb wat energie aan jouw kant ingepleurd. Want dank ik u. Heb niet meegerekend op die mogelijkheid. Ik heb wel geen heavy meer voor die kip, dus ik moet op gaan witherblasten. Wacht maar. Met twee wilhors kun je eigenlijk reloaden natuurlijk. Ik heb nog geen energie. Ja, dank u. Een beetje bijschieten zou ik zeggen. Oh nee, wacht maar. Ik heb een super. Dat was heel. Ja, ik heb een Warmind liggen dus. Oh, het komt van de Max for Negation. Ja, dat kan inderdaad. Lekker hoor, die Warmind. Ik heb nog maar één energy. Ik heb hier een fucking overloop. Waar? Kom maar. Hier, mid. Daar, ja, ik weet dat de mijn ook ergens loopt hoor, maar. Dat is niet van mij. Oh, dat moet er nog eens bij komen, die van jou. Oh, hey, dit is van mij. Oh, ik heb geen primary meer.
Die overloopt in ieder geval dood. Ik ook. Ik kan niet wel. Maakt niet uit. Mijn Wormite zelfs despawned. Dat was heel close. Was alles dood, dus waar. Dus. Nee, alles is aan despawnen, dus dat is de helft. Dat was Oracles nu, hè? Ja. Xeno, where's my Xeno? I don't know what you think you don't. Spoils! Auto trigger met demolitionist. Nice. Van verdict. Ik krijg gewoon loot hoor, jongens. We hebben natuurlijk alleen eten gedaan. Inderdaad. Okay, ja, en de vorige run was je die Sherpa, die was je op je Titan volgens mij. Dus ik? Ja? Gisteren? Ja. Gisteren was ik op Engie de account. Oh ja, je was op Engie de. Oh ja, tuurlijk. Duh. Alleen mijn dodge weer even omzetten naar reload. Ik heb mijn smoke bomb hier niet nodig. Ik sta op lange tether. Neem een welletje mee voor de zekerheid. Ik wil de twee. Ja, ik pak de achterste twee. Ja, maar achterste twee en rift de andere drie. Ja, RFF mid L1. Of R1 en R2. Oh ja, mid R1 R2 had ik. Ja, ben je psychisch klaar voor, Riff? Nee. Mooi, let's go. Het gaat goed. Hé, hey, Riff, dat had je ook gewoon zo mogen vragen, hoor, maar het gaat goed. Ik ben een beetje bezig met nadenken. Dus. 1. 2. 3. Mid is 3. 1. Mm-hmm. 2. Nee, ik weet dat ik kon vragen, maar mijn hersenen werken de laatste paar dagen gewoon niet. 1, 2, 3. Mid is 4, denk ik dan. 1, 2, 3, 4. Ja, toch? 1, 2, 3. Eén. Twee. Ik. Vier. Vijf. Eén. Twee. Vier. Vijf. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Vier, vijf. Hoe heb je? Zes. En mij, wat? Eén. Twee. Vier. Vijf. Ik heb twee. Zes. Vier en vijf. Eén. Twee. Drie. Drie. Je hebt vier if ergens. Oh, dat moet er meer zijn. Nee, ik heb geen vier, ik heb zes. What the fuck? Wat zes. Ja, zes. Oké, dan klopt er de sounds ook niet aan. Nee, hier niet echt, nee. Klopt. Maakt niet uit, we hebben hem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Met de 7. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 First try
haar op het zet doen. Ja, maar hij gaat het goed doen. En jou? Ja, wel prima. Hè. Een beetje druk vandaag. En... dat is het. Lucky. Dat hoort erbij, hè, druk zijn. Ja, nee, dat zeker. Het is ook niet echt een super groot nadeel of zo. Maar een beetje. Ik wel van mezelf een beetje. Ik ben de enige op wel, hè? Ja. Ja. Ja, Well en Rift. Ik loop zelf op Goldie met Hawk. Ja, is dit twijfelen? Thunder Crash of Crash. Bubble? Crash. Crash. Okay. Crash, gewoon. Crash, gewoon. Crash. Hou alleen wel de hou alleen de Well timer in de gaten. Yep. Waarom loop ik niet dubbel special? Because I'm a fucking dumbass. Maakt niet uit. Gelukkig ligt er echt meer dan zat ammo. Ja, ja, dat zat. Eet smakelijk, Riffik. Sorry, dankjewel. Dat maakt niet uit. Ik zeg alleen eet smakelijk, hou. Now, whenever you guys are ready. Bring it on. Bring it. Let's go. Eén. Twee. Eén. Twee. Eén. Twee. Ik ga naar de damage plek. Ja, ik sta bij damage plek voor het geval dat ik getrapt word. Ik ben trap. Ja. Ik ben wat vergeten te equippen. Mijn stompies. Dat is niet handig. Oh, trap boven hem. Free me! Well is nog 9 seconden. Ja, blijf schieten. Ik kan hem zo niet hitten. Ik hou hem er wel tegen. Ik ben neer. Russen en naar het midden. Ja, ga maar mid. Alweer, ja. Kom je? Waaah! Naar het midden. Mid, mid. Ja. 3, 2, 1. 1, go. Ik heb mijn super heb ik al. Waar staat hij? Hij staat boven. Hij staat rechtsboven, maar ik heb geen well ofzo. Kom er al. Ja, wil je gewoon hierboven gaan staan? Ik ben gewoon daarachter. Ja, ik ben onderweg. Die harp is, komt ie, niet voor me staan. Ik ben trip. Nu niet meer. Ik zet een klein rifje neer. Yo, ik heb de tracking, ik hoop dat ik het red. Ja, ik red het. Blijf schieten. Ah, had ik maar iets om mee te schieten. Getrapt, naast je. Nou, hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Als je het hebt, Ja, ik ben bezig. Ik dus even naar zijn plekje toe. Yes, nevermind. Zijn jullie nou nog niet klaar? We zijn op het moment door de eerste 3 encounters first try. Ik zal even een smokebom wisselen. Heel graag. Heel graag, inderdaad. Ik zet alvast mijn wapens voor klaar voor volgende encounter. Ja, nee, ik pak eerst mijn zwaard en dan pak ik even. Hoe heet het? Die. Makkelijker. Gaat door, Dasher. Tuurlijk. Dancer. Dasher, Prancer en Vixen. Oh, weer een feestbringer, wauw. Wauw. Dat is geen terminal voor jou, dus ik hoef hem niet. Ben je weer eens een keertje thuis, Artis? Oh, het is hij zou morgen of overmorgen te zijn komen, toch? Ik weet het niet. Daarom vraag ik het. Gewoon wachten op elkaar? Of, Ja, met Riffik doe maar wel.
ik heb hem vorige keer niet geactiveerd. Verbaaswekkend. Nee, dat was Jay. Jay fucked it. Ik heb mijn smoke toen nog niet, dus. Nee. Als je achter me gestaan hebt, heb je gespannen. Helemaal niet. Ik sta gewoon niks te wachten. We kennen jou langer dan vandaag. Ja, yeah, true. Ik had dat ook niet vertrouwd. Je blijft altijd netjes voor iedereen. Nou ja, het liefst speed ik gewoon door, maar ja. Zou je niet gewoon met de smoke hier gewoon direct naar rechts kunnen? Nee, dat trek je niet. Maakt niet uit, joh. Laten we dan maar gewoon safe spelen. Ja, gewoon. Nee, dat is gewoon een vraagje. Hé, hey, Riff, ik heb de jump gehaald. Nee! Moet die gekker worden. We hebben nog creeper, dat is nog gekker. Vind je het gaatje, Pet? Ja, dit keer wel. Ja, ah, oké. Okay. In één keer. Tjie. Mooi. Ja, met Don bleef het nog niet klaar. Ik heb eigenlijk geen timestamp gemaakt van hoe laat we zijn begonnen. Iets over 8, ik denk iets van kwart over 8. Ongeveer 20 minuten geleden. Tering. Easy. Zelfs met z'n drieën is het niet moeilijk. Nee, echt zo. Drie, vier dingen. Gatekeeper is ook niet moeilijk. Kijk, als we zo kunnen uittesten met de Jaegers, weet je wel. Ik ben erg benieuwd wat jullie van plan zijn. Nou ja, gewoon. Ik pak gewoon de Jaegers en ik ga gewoon op rechts naar binnen. Ja, en dan? Dan blijf ik daar met die Jaegers. Het grootste probleem op rechts is dat die gewoon niet weggeduwd kan worden, maar dat heb je niet nodig als je hem kan doden met de Aegis. Ja. Het enige wat wel is dat jij ze op links eraf kan douwen. Riff blijft buiten, ik blijf ze... Jij blijft ze links van de map afdouwen en ik sta rechts met de Aegis. Snap je voel? Oké. Ja, ik vroeg maar even af wat je plan was. Dat was dat. Ik zit even te bedenken wat handig om mee te nemen. Stasis meenemen, dat lijkt me handig. Ja, ik denk dat toch wel echt een must is, weet je wel. Ik kan ook gewoon de Salvation, hoe heet dat ding? Salvation Grip. Je kan het proberen. Ik heb liever mijn Anarchy of mijn Widowhoard. Ja, dat snap ik ook wel. Dat is veel fijner voor die ad. Nee, hallo, wil je... Ik loop met een relic. Ik neem wel Widowhoard mee. Ja, je zit op je hunter, hè? Ik hoef maar één keer te vergeten dat de kipper aankomt, weet je wel, en ik hang. Dan moet ik met een rot gaan wegsputten, laten droppen en dan iedere keer weer oppakken. Kan je die kip ook niet gewoon even lekker pakletten geven met dingen? Ja, dat is het hem. Volgens mij stunnen ze wel op de heavy attack. Nee, maar ze stunnen ze stekker op de heavy attack. Volgens mij wel, ja. Dus dat zou moeten kunnen, maar ja, dat zie ik zo wel. Eerst maar kijken wat de encounter gaat doen op het moment dat we met die jagers naar binnen rennen. Dat is lekker. Volgens mij gewoon niks, hoor. Ik weet het niet, hè. Volgens mij ook niet, maar... Voor hetzelfde geld gebeurt het zo dat iemand... dat ik hem, zeg maar, moet droppen. En vervolgens... weet ik veel. Nou, we zien het lijkt wel. Lijkt wel tot de ages, weet je. Nee, ik weet het niet, man. Nou, we zien het wel. Iedereen ready? Ja. Ja. Heb je overload chat bij je? Yep. Krijg je toch geen overloads? Jawel. Jij krijgt overloads. Ik wel, maar jullie niet. Wij niet, nee. Nee, maar goed, dat wil niet zeggen dat ik het niet voor de zekerheid meeneem. Voor het geval dat je naar buiten moet keren. Riffik, wil jij op mijn plate gaan staan? Zeker, zeker. Ik weet niet waar hij is. Hij is al dood, dus. Oké, komt u. Ik heb hem. Nee, wij hebben in principe geen overloads. Oké, Riff. Daar heb je absoluut gelijk in. Mm-hmm. Ik ben binnen. Ik heb teleport destabilization, dat zeg. Mag jij deze overload hier, Riff? Oh, overload?
Verder komt hij zo in overloop. Hey, ja nee, ik pak de volgende net zoals altijd, zeg maar, niet, niemand denkt van ons. Ja, ik ben zo gewend om te wachten op die overloop. Oh nee. Oh shit. Waar is die? Hij is recht. Ja, hij is bij mij. Maar ik moest even de relic droppen. Aangezien je best wel overhoop geslagen wordt. Ik moet ze echt in hun spawn doodslaan. Teleport destabilization is zo voorbij. Kijk wat er gebeurt. Fucking niks. Teleporting. Hij is hier nog niet hoor. Wat? De Minotaur? Hij is hier nog niet. Maar bij mij spant Kip nu binnen. Bij mij komt de mijn kort. Hij stekert, de Kip stekert één keer. Maar ik krijg hem dood. Ik moet alleen heel goed oppassen met die goblins. Die kut ads killen mij bijna. Die van mij hebben we fuck. Hey, dan zijn we lost in time. We mogen echt niet dood. Oh ja, nee. Maar dit werkt dus. Nee, dit werkt, dit is echt top. Ik ben het wel jammer van die min 1 additional point, maar ik moet wel mijn artifact resetten. Artifact resetten, wat dan? Ja, ik had geen overload hand kunnen met dingen, dus kon ik altijd wat aanmod ik op een bepaald moment. Ja, klopt ja. Waarom zet je niet gewoon een submachine ammo finder dan? Nee, gaat omdat die in de Mac moet geladen altijd op het moment, zeg maar. Ja, maar deze overloads zijn toch gewoon, weet ik veel, 8 kogels dan? Met een sub? 8, 9 ja, dat iets ja. Meer. Is van mij dan. Daar gebruik je altijd gewoon palie voor. Oh, even snel wipen. Ik moet even opnieuw vlaggetje hebben. Even een foutje gemaakt in mijn super. Ik vond toen straks al heel gek dat ik niet onzichtbaar werd op mijn dodge, maar ik weet al waarom. Ja, dat had ik waarschijnlijk niet juist aan het zijn. Nee, ik heb die lange tether echt wel nodig, zeg maar. Dat is mijn paal. Maar, ja. Als je dat nou eens op warlock doet. Wat? Zit ik me eigenlijk te bedenken. Leg je toch gewoon wel neer? Wie? Jij. Ik, hè? Ja. Zie ik eerst van je neus met warlock. Oh, ja. Als je wilt dat we heel vaak gaan wipen, dan moet ik mijn warlock erbij pakken. Ik heb wel een zwaard gepakt. Ja, mijn naam gewoon. Ik voel me zo trots. Let's go. Ik heb een kill. Hey, mijn warmite. Motherfucker, nee. Hij viel er bijna vanaf. Hij heeft een Wither Ward in terug. Ja, twee. Waar is hij heen? Hij zal wel dood zijn. Ja, hij valt dood op meneer. Dus ik heb hem al. Ga maar hoor, Riff. Ik open hem zelf al. Binnen. Ik ook. Lekker hoor, die tether. Wat? Heat is de liters, man. Ik heb zelfs tijd om te emoten. Hij is bij mij. Yep. Have fun. Wat? Wipe. Nee. Als er één iemand niet dood mag, ben jij het. Dan bent u het. Ja. Niemand mag dood. Ik was vergeten. Dat is echt heel anders op de Titan. Ja, ik wil nog een blikje. Het is voor mij net ietsje anders, want ik kan niet zomaar riftje plaatsen, weet je. Maar waarom ga je dan ook op je Titan en niet gewoon op je warlock? Omdat op mijn warlock zou ik de checkpoint kwijtraken van Etienne. Ik wil zo'n... Ik wil zo'n pop-up in mijn scherm kunnen doen, hè? Rule 1, stay alive.
alsjeblieft, zet daaronder eventjes exceptions, Rivik. Nee, en dan gewoon in koeienletters eronder, Rivik. Speciaal voor Rivik. Ja, speciaal voor Rivik inderdaad. Let's go! Ready, go! Waar is hij? Oh, hier. Oké, guys. Chaos Blast vandaag een berichtje over een wedstrijd. En daarin mag je dus niet vloeken. Ja, dat is wat DB naar me toe stuurde van die de next streamer shit. Ja, je mag wel vloeken en doen. Maar het moet binnen alle redelijkheid blijven. Ja. Dus ik mag niet gaan lopen schreeuwen. Nee, dat is echt niet zo handig. Nee. Dus die clip zou ik echt zeker even verdwijnen als ik jou. Nee. Als jij je daar voor aanmeldt in ieder geval. Hij is bij mij. Joep, ik zie het. Ik heb hier een kippetje. Nou, stil tot wow! Dat eraf gooit. Nee hoor. Nee. Ik ben dood. Nee, ik ben dood. Het is gewoon een wipe. Zodra ik daarin ga, dan wordt het ook gewoon... I know, daarom, het is een wipe. Die kip besloot in één keer minder schade te krijgen van een shield bash. Wat? Ja, oh nee, je bent gekild door Wyvern. Mm-hmm. Nee, Yggdrasil heet ook in Pools anders, for some fucking reason. Voor de wat, hè? De Aegis, shield. Dat is heet in anders, heel anders. Heet heel anders in Pools. Hoe heet die dan? Aegida. Aegida? Vrouwelijk? Ja. Echt jongen. Die Polen, echt waar. Ja, ja. Ja, echt zo, hè. Die snappen het niet zo. Nee, joh. Heb ik toen een kassel tempers al? Nee. Oh, hij is al dood. Hij is al dood. Doe maar goed. Oh, ja. Hoi Riff. Hoi. Daar heb je ook nog een concept dampers aan. Nou, schiet even op dan. Helemaal klaar. Oké. Okay. Mag iemand denken, dan is het goed. Hij is bij jou. Yep, ik zie het. Mooi uit, nou kan ik tenminste. Even mijn Manolia, thanks for the follow man. Artis. Hij wil lopen lurken, jongen. Nee. Ouwe lurkert. Ouwe lurkert. Ja, hij moet toch niet als hij niet mag gamen. Hij kan niet eens gamen. Ja, hij kan wel gamen op zijn Switch. Nou, Kippie, hey, kom maar. Niks mis met een Switch, I know. Ja, misschien met de tijd, maar dat is puur voor Mario Kart en dat soort shit. Ik ga het gewoon niet pushen tegen die kip, wat dacht je daarvan? Ik geef hem gewoon een Witherwatch, en ik wacht hem heel even af. What? Mor's dood. Same here. Het mooie is, dankzij Concussive heb ik niet zo last van de rest, maar die fucking kip, jongen. Deze heb ik dat. Van dat ding af. Er is een sinkplate gepakt. Ik ga dood. Ja, klopt. Don't do wipe. Oh, gelijk wipe, joh, fuck it. Ja, maar als het technisch gezien, als het de plaat pakken, mag dit toch niet uit? Nee, maar de B is dood. Yep. Nee, dat weet ik. Maar je zei ineens van, oh, plaat is gecaptured. Ja, klopt. Ja, ik zie ineens dat de plaat gecapt is, dus. Van nee, in principe maakt het niet uit als je hem weer terugpakt. Hoe spreek je dat uit? VV Manolia. Again, thank you so much for the follow. Dankjewel. Alle steun wordt zeer gewaardeerd. En dat,
Iedere eurocent gaat naar steun het Rivik Blijf in Leven Fonds. So much, fuck you. Suck a dick, suck a dick, suck a motherfucking dick. So far. Nee, ze moeten wel van rubber zijn, hè? Dat is omdat ik zeg het met alle liefde en respect naar je. Dat is het verschil. Ik deed het gewoon komt omdat jij het bent die het zegt. Ja. Maar ik zeg het ook gewoon met respect. Weet je wel? Waar de fuck is hij naartoe? Waar is dat? Rivik, waarom sta je niet op pleet? Ik denk dat ik een pikstraf kan krijgen. Wat? Pikstraf? Waarom dan weer gelijk met dreigen met pikstraf? Überhaupt. Daar dreig je echt niet mee, schat. Pikstraf. Ja, dat kutte wel. Dat je geen seks heeft ofzo. Ik kan daar echt zo'n kut opmerking op maken, maar ik hou mij geen. Maak hem. Maak hem. Hij is bij mij. Maak hem. Maak hem. Je moet wel wat kunnen krijgen, wil je überhaupt pikken. Kijk, ik wist het. Ik heb absoluut verwacht en je hebt absoluut gelijk. Je maakt dat wel echt heel makkelijk. Ja, maakt het echt wel heel makkelijk. Het is ook leuke content en ook nog plezier voor ons. Oh, wat doe ik? Ik verneuk die super van die fucking relic. Nice. Dan heb ik geen super voor tegen die kip. I'm running. Fuck you, chicken. Fuck you, chicken. Ga er af. Hallo, ik heb gezegd dat jullie dood moeten. Hallo, je bent een tweede. Hallo, ga er eens af. Hij is er af. Oh, die kutkip is hier. Ja, weet ik. Ik word heel hard gejiet. Overleef je het wel? Ja, ik overleef het wel. Oké, dan is het goed. Oh fuck, ja, als jij de kip... Ik heb net de miner toch gekild, dus wat krijg ik nu? Kip is dood. Oké. Even adclearen. Lang leven. Volgens mij, dit is de laatste trouwens. Nu al? Ja, ik krijg nu kip en jij krijgt miner toch volgens mij. Het ene laatste, 1 van de 2. Weet ik ook niet. Je wordt het chaos wat begonnen. Yep. En als chaos hem strak krijgt, dan is het laatste. Ja? Ja. Oké, ja, kip is dat dus. Ik ook, bijna. Goed. Ja, ik ook. Ah, kut. So close. Hij lag bijna op de rand. Hang je uit, wipe. Dat kan gebeuren. Guardian down. Ik super meer mijn eigen er wel vanaf. Sorry schat. Ja, maar dat wisten we van tevoren. Ja, dat is zeker waar. Alleen die volgende ATM moeten jullie wel even goed uitleggen gaan. Ja, dan moeten we even goed doornemen. Ja. Kijken hoe of wat. Ja, want we zijn er met z'n drieën, weet je wel. Dus er kan niet. Ja, heel een error worden. Er kan iemand in feite buiten blijven. Ja, er moet sowieso iemand buiten blijven. Ja, maar. Ik hoop dat ik het wel red op deze. Je kan naar binnen en naar buiten met de relic, toch? Ja. Nee, met de relic niet. Oh. Je kan wel gewoon, hoe heet dat? Naar binnen om te cleansen. Ja, degene die buiten staat, die moet gewoon naar binnen lopen om te cleansen. Ja, oké. Dus die moet af... Dan heb ik maar 3 seconden voor. Ja, het is echt, dat moet heel snel. Ja, oké. Maar goed, dat komt zo. Laten we eerst deze doen. Oh, hij teleporteert net weg op het moment. Hij is geweerd hoor. Nou is hij dood. Ik hoor het, ja. Ik heb echt mijn heavy nog 0 keer gebruikt, dus. Na. All around the world.
Dat wordt het. Waar is die? Hij is bij mij. Ja, joep. Kut kippen. Lachwekker trouwens, er zijn twee mensen geweest die hebben me dus gevolgd en gelijk onvolgd. Oh wow, oké. Okay. Ja, ik had op 104 moeten zitten, ik zit op 102. Hij is er niet af. Oh. En nu? Ja, nu heb ik een uitdaging, want ik heb een fucking kip hier. Nou, wat wel doen. Hij ligt eraf. Alleen de kip die gaat mij aanvallen. Ga dood, kut Ed. Ik leef nog. Zal ik me niet... Wonderbaarlijk. Zal ik me niet zeggen hoe... Zal ik me niet zeggen hoe makkelijk ik het heb? Rip, heb jij stasis bij? Nee. Ik zit op Thunderquest. Voor de gatekeepers. Nee? Ik zit op Thunderquest voor de gatekeeper. Waarom Thunder? Ja, maar nu kan je ook niet overnemen, dat is het hele ding. Je zou sowieso niet kunnen overnemen, want dat is zodra ik bij jou zit. Ik had er gewoon naar buiten lopen. Patrick kan gewoon naar buiten lopen inderdaad. Jullie kunnen gewoon wisselen. Ik ook, als ik ben, het is een wipe, wat hij gaat sacrificen, dat kan niet. Wegduwen? Ja, dat lukt je niet. Daar heb je niet genoeg tijd voor. Nee, je moet gewoon steeds lopen, man. Ja, sowieso steeds. Kom je eruit voor het... Komen jullie uit de Tactic for Gatekeeper? Ja, zeker. Dan kan je naar binnen om, hoe heet dat? Ja, zeker. Om over te nemen. Rivik en Patrick die doen zeg maar links. Als Patrick doet links, die duwt hem eraf en ik sta rechts met de relic. En als Patrick het niet redt, dan moet hij wisselen met Rivik. That's it. Dus de Tactic is down, het is alleen nog het halen. Hey, eerst was recht super kut. Ja. Valt er tegenwoordig van mee. Ik zeg niks. Ik zeg expres al de hele tijd niks. Ik wil het er niet over hebben, want dan wil je weer ruilen. Ik denk dat links opeens moeilijker is. Ja, links is in één keer heel veel moeilijker. What the fuck? Ja, het valt wel mee, maar het is, weet je, als het een of andere manier net niet gaat, dan is het toch wel kut. Als je steeds een spot is, dan is het wel kut. Want dan kom je namelijk gewoon in tijd nou, dat is het hele ding. Er is wel alles op je dingen staan, heb je de die turret en die freezing well, of rift. Wat hè? Sorry? De freezing rift. Ja, ik heb sowieso de turret bij me en ik heb drie dingen in potentie om te freezen. Maar ja, als het tegen zit jongen, dan lukt het niet. Ja, nee. Nee, dan is het echt super kut. Hallo, warm mijn tel gaat af. Hij is bij jou. Hij was bij mij. Sorry, ik moest echt gewoon dan van lachen. Van, ja, hij was er bij mij. He did. Op zich kan ik dit keer ook afmaken. Pali. Je kan het toch gewoon Witherwarden, shit? Witherward of Anarchy. Ja, dat is best langzaam, no? Witherward hier. Ja, Anarchy. Nee, ik heb Pali Glutty nodig hiervoor, echt. No joke. Ja, die overloads is wel kut, ja. Wat? Nou, dat hebben wij geprobeerd, Artis, maar aan deze kant. Als je de relic laat liggen of je relic niet continu vasthouden, als je Praetorium weet te vriezen, continu vast weet te zetten, dan komt er in een andere gate geen Praetorium. Ja, we know. Ja, deze manier, weet je wel, op deze manier douwen we hem eraf en maken we de encounter zeg maar gewoon legitimate af. Het issue zit hem niet zozeer in, hoe heet dat, in de rest van de ad. Het zit hem erin, op het moment dat die Praetorium komt, komt alles tegelijk. Yep. En dat maakt het kut.
Nee, maar je kan, ja, je kan hem nog frozen houden. Maar ja, die kans heeft meer. Dat is een grotere kans dat het fout gaat dan dit. Waar is mijn warmind, klootzak? Oh, deze ligt veel mooier. Bam! Nee, ze hebben dat nog niet gefixt, gelukkig. Dus dat is ook een mogelijkheid, maar dit werkt. Ja, dit werkt wel, alleen. Ja. Dit deze ja, moet af en toe een beetje lukken. Continu ding vriezen, dat zou wel een ding. Dat is lastiger, denk ik hoor. Heb jij, jij bent de enige die dat zou kunnen. Ben ik, hè? Ja. Ja, ik weet alleen jouw shurikens kunnen continu gefixt worden door je. Nee, voor die dodge. Ja, dat lopen we ook wel gewoon mind zelfs voor de mods. Hij is bij jou? Yup. En Bas. Wie, de kip of? Nee, die fucking petroleum. Oh. Wolk met wapen demo. Nee, je hebt 1 wave goblins nodig per per granaat. Oh, ik word dus goed af. De kutkip. Hey. Ik leef nog, leef nog. Nice. Als je moet wisselen. Als je moet wisselen, moet je wisselen. Moet je gewoon te ja, kom maar. Rip. Goed. Ik alleen maak de gate keeper af en dan kan ik naar binnen bij jou. Ja. Wachten tot het pet buiten is, hè? Hey. Ja. Gate is als ik mag open. De deur is nog dicht. Ja, hij is bezig met de gatekeeper. Bij mij is de kip nu net weer geweest, dus Pretorium op de andere kant is binnen. Ja, is het open, ja. Als je dan wou te komen, heb je heel wat vuur onder je. Ik kom nu naar buiten. Oh, heb je wel, ben je nog wel voor de tank? Ja, je moet er binnen, je moet er binnen. Hij is dood. En de gatekeeper is er. Nee, nog niet. De laatste komt binnen. Ik heb hier de laatste Minotaur. Nee, was net de laatste. Hey, expensed. Jammer. De laatste Minotaur was bij mij net binnen. Geef even 2 minuten. Ja, is goed man. Dan kan ik even rustig checken. Nee, ik kan al eventjes naar buiten zien. Ben ik al gecanceld, jongens? Nee, ik ben nog niet gecanceld. Shit. Jammer, jongens. Dat vind ik echt jammer. Maak ik een keertje wat conservatuur, wat noem je dat? Volgens mij is mijn hele... Oh, 42 keer bekeken. Hij komt er langzaam uit, hij komt er langzaam uit. TikTokje komt langzaam uit Shadowban. 42 keer bekeken, maar het kunnen ook 2 keer 42 volgers zijn. 2 keer wat? 42 keer bekeken, weet je wel, dat clipje. Op TikTok. Dus, maar dat kunnen ook 42 volgers zijn. Ik wil niet zeggen dat rechts nu in één keer makkelijk is. Maar het scheelt wel.
anders doen. Red ik dit. Ignition code. Anarchy. Ik ga gewoon anarchy's neertrappen. Kun je doen, ja. Nee, ik laat hem nu iedere keer tussen de wave. Laat ik hem heel even vallen om een Witherrod neer te schieten. Maar ik kan ook die tijd gebruiken om gewoon die anarchy neer te poppen. De rest doe ik toch met de fucking relic. Gewoon wipe op gatekeeper. Nee, Artis. Nee. Trouwens, mijn nieuwe emote al gezien, Rivik. Welke emote? De tier 1. Kijken. Ik weet niet of ik ze op mijn eigen of via de chat kan zien. Nou, dus als het goed is, heb ik toegang tot je emotes, toch? Dat is goed zo, man. Als je sub. Subscriber. Subbies. Jazeker, hij staat ertussen. Hij staat er zeker tussen. Oh, nice! Ja, toch? All these were leuk, ja. Ik moet even zoeken. Dat was een, gewoon een free to use, was dat. Niet eens voor personal use of zo, nee, gewoon echt free to use. Zo. What happened to the second one? Welke second one? Die andere emote. Hoe bedoel je? Die peace out. Die kan ik niet vinden bij mijn emotes. Weet ik niet. Er is sowieso wat misgegaan met emotes, want ik moet ook free emotes kunnen toevoegen nu, maar dat pakt hij niet om een of andere reden. Ready? Nee, ik kan. Let's go. Ik kan die oude emote van je niet gebruiken. Nee, die oude is eruit. Oké. Ik moet in totaal 15 subscribers hebben. En dan mag ik meerdere op zeg maar tier 1, tier 2 en dat soort dingen zetten. Maar ja, ik kon hem ook niet net niet random unlocken, dus. Hij is geen anarchy. Hey, ben je ook naar anarchy geswitcht? Ja, ik denk dat toch anarchy is nu. Ik ook. Oh, ik heb hem. Ja, anarchy is echt een sheer beter suit for get. Ja, echt zo. Maar ik kan alleen twee anarchies afzetten op die overload en dan zijn ze sowieso dood. Punt is, ik ga gewoon een streepje neerleggen en dan wordt dat klaar. Ja, eigenlijk is het sowieso goed. En dan kan ik gewoon achterover leunen en niks doen. Dat kan ik sowieso. En dan krijg ik Warman belt. Maar vooral voor die kip, als die kip tegelijkertijd komt, is het wel echt heel fijn als die, weet je. Als je die gewoon, dan wordt het een paar energie kan neerpleuren en het is klaar. Ja, ik heb hier wel voor de gelijk, man. Alsjeblieft doodgaan, meneer Gatekeeper. Storm ligt erop. Daar een rift. Yep, dat is waar. Niet met je muis gooien. Nee. Het is gewoon dat met stasis kan ik ook niets gebruiken in het geval dat ik zo meteen naar binnen moet. En daar is stasis voor. Als je naar binnen moet. Ja, ja, dus ik kan geen gebruik maken van granaten. Melees. Ja, natuurlijk wel. Je pakt een Demolist wapen en Ardamentarium. Oh ja, die bestond ook al. Ja, gewoon je suppie pakken. Met Demolist of een wapen met Demolist en vervolgens gewoon Ardamentarium. Dan ben je er ook. Kijk hem hot swappen hier ook. Kijk hem hot swappen. Geen probleem hoor. Is er eigenlijk ook die Ignition Code erbij pakken en Anarchy ook gaan? Ik heb Ignition Code en Anarchy. Ja, ik ook. Ik ga vast naar binnen toe in de vlag zetten, want anders weet ik het wel weer. Dat is niet zo cool, dat is ook een goede vraag. Ah, hier ben je. In je vol. Hoe speel je unicorn? Oh, die zit midden in je barst. Demolition is lead from gold. Ambitious purple. Yeah.
determine that. Vic. Ja. Zit er zo op, man. Oh, natuurlijk. Zo ziet hij eruit, ja. Je bent een dragen factor. Armamentarium is makkelijk, je krijgt er 2 granaten van, daarom zitten er ook 2 granaten op. Oh nee, ik zat even naar kijken hoe die eruit zag. Oh nee, hij heeft standaard niet die 2 granaten, dat is shock grenadier. Die ornament. What are you doing? Heb je dat dubbel special? Nee. Lijkt zo. Oh ja, je hebt altijd die 4x7. Uit, Artis, rustig aan. Let hier. Ja, Artis, rustig aan, hè. Rustig, Artis. Rustig, Artis. Uiteindelijk niet. Wie? De gatekeeper. Klinkt als een zijn probleem. Ik denk dat hij dood is. Ja, ik denk dat ik beter deed dat hij dood is. Joep. Ik word gesnuit in mijn reet. Leven nog snipers, Riff, dat ik het weet. Ja, dat is waar. Ja, sowieso, Artis, sowieso. Mocht het gelukt zijn, dan laten we het sowieso weten. Dat is hier zo'n heel mooi dingetje van Raid Report. Dat sowieso lukt. Ja, sowieso. Of nou, deze week is volgende week, komt morgen, weet ik veel wanneer. Maakt niet uit. Ja, morgen wordt lastig, want dan moet ik werken. Ja, je moet werken. Hij is bij jou? Yep. Doei kippie. En zoals ik zei, twee andere kids eventjes overlost en dan gaat hij wel dood. Ja. Widow wordt dus op zich handig hoor, dat had het niet, maar... Nee, maar het gaat ook gewoon veel om damage. Ja. Bullets. Wie, hè? Jullie zijn snel. Hij is er al. Letters. Zonder mijn super te gebruiken. Nice. Was hier. Ja. Jij kan lekker chillen, ik weet het. Valt best mee, hoor. Ik moet wel echt opletten met die goblins. Die goblins zijn een grote gevaar voor me. Vooral degene met die slap rifles. Dat is sowieso de kut goblin. Ja, joh. They are deadly as a fuck. Yep. Dat komt alleen maar omdat je nu dicht in de buurt moet komen. Dat is ja, deadly. Echt zo. Dat is nu ook, ik heb echt een probleem. Ik ben echt super low en die kip komt net binnen. Wil je helpen? Nee hoor. Hij heeft kankantie. Nee, maar dat moet wel gestikt willen worden. Oké, okay, die staat. Deze moet gewoon lekker gevries blijven, die fucking bitch. En niet van die rare bewegingen maken. Ga er af! Rust. Uitrap. Mooi. Hij komt nu bij mij binnen. Ik ben wel echt low hoor, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Komt goed. Heb jij de eerste of de tweede? Voor mij had ik de eerste toch? Oké. Ja, dan krijg je de rest. Ik weet het niet zeker. Nee, ja, maakt niet uit, misschien wel. Ik krijg volgens mij nu weer een kip. Hey, mijn kip is dood. Ja, dan krijg ik zo nog een kip en jij nog een Minotaur. Ja, ik heb, dan heb ik de laatste waarschijnlijk. Ja. Ik kill net de laatste kip, want er spant niks meer. Pot. Hij moet alleen nu wel gelijk af. Ja, anders gelijk doorwisselen.
Je hebt nog één vriesmogelijkheid. Ga vriezen, pakker! Kom naar buiten. Oh, nee, Rip. Rif, ja, ik ben buiten, ik ben buiten. Kom maar, ga maar naar binnen, ga maar naar binnen, ga maar naar binnen. Deur dicht. Ja, gaat nu open. Is hij dood? Mm-hmm. Opschieten. Deur gaat open. Ja, ik ben buiten. Ja, ik ben ook al buiten, dus no worries. Ja, hij begint nu al te zakken voor zijn grote. Nee. Patrick, pak anders deze over, pak hem. Ah, te laat. Dat had natuurlijk ook gekund op die laatste. Ja, dat is een hele goede trouwens. Kutzooi, dat had ik eerder moeten denken. Ik had hem gewoon een rift moeten geven. Ja, je mocht hem gewoon droppen. Ja, ik dacht er ook niet bij na. Ik dacht er niet bij na. Bijna jongens, bijna. Ja, als ik één anarchie mis op een ding, dan moet ik het heel goed. Laat ik het zo zeggen, als de rotatie de andere kant was op geweest, dan hadden we het gehaald. Ja, ja, het punt is, de ene keer haal je het wel met je granaat en je melee. En de andere keer haal je het net niet. Soms blijft hij net achter een kutregeltje hangen of zo. Ja. En dat had ik net. Maar we zijn er bijna, jongens. Want als we buiten zijn, dan stelt het niet zoveel meer voor. Nee. Yes? Waar zijn er, Kies? Ik hoorde hem doodgaan. Oh, oh. Yep. Wat voor bike heb jij nou trouwens? Wat zag je inderdaad? Exootje. Ah, oké. Okay. Nice. Ja, ja. Dat is toevallig even wat goedkoper. We konden hem even wat goedkoper krijgen als dat hij daadwerkelijk is. Dus dat is helemaal top. Dat scheelt wel. Ja joh. Nou, het scheelt een tientje, maar ja, toch tientje. Hem op. Oh, ja, gratis kapsalon. Geld. Gratis kapsalon, zegt hij. Hij is van mij. Ja, ik zie het. Ik zie een kip hier namelijk. We blijven Nederlanders, hè? Yep. Ah, ja. Weet je, geld geld toch? Ik bedoel, dat is het ook toch? Ik heb ik weet niet hoe, maar ik heb een Anarchy op de Jaegers zitten, waardoor ik dus een lijntje kan trekken zelf. Oh, dat is al. Mijn pretorium is down. Mooi. Dit ga ik nog een keer proberen. Anarchy op de grond. Anarchy op de Jaegers. Nou ja, stuit het er nu vanaf. Ik denk dat je aan de andere kant moet schieten. Ja, denk je? Dan gaan we proberen. Ja, de voorkant van de Jaegers kan niet. Ik heb nu een Aegis beschermde ouwe. Ik ben nou gewoon een lijntje aan het lopen door die goblins. Dat is nice. What the fuck? Oh, never mind. Doe dat maar niet. Dat is praktisch suicide. Tip aan zelf. Het scheelde niet veel. Zes energies op de grond kleuren. Echt jongen, ga gewoon een fucking rechte lijn eraf ofzo. Serieus. Dat weet je toch dat jij dat doet. Nope. Ik heb je nodig denk ik. Gewoon wisselen. Okay. Ja, als je naar buiten bent, dan hebben wij nog even tijd. Ik kom bijna naar buiten. Het is fucking druk, zeg ik je vast. Ik ben buiten. Ja, als je super hebt, gewoon super hossen. Ik gelijk die overloop die ik in het knal had. Oh ja, daar zijn we ook experienced ook. Ei. Nanny. Bakshoi. We got this. Riff, ik vind wel dat je een beetje weinig killt. Dat is wel waar. Dat is eigenlijk helemaal waar, correct, ja.
Enola correct? Dat is absoluut correct, ja. Ik wil zowat alleen maar overload in gatekeeper. Anarchy is me iets te dodelijk, zeg maar. Anarchy is nooit te dodelijk. Ja. Ik heb mijn wapens niet kunnen wisselen, dus maar dat maakt ook niet heel veel uit. Je loopt toch met dat ding. I know. Los daarvan vind ik het wel fijn om zeg maar iets van een Witherward of een Anarchy vast te hebben. Oh, dat heb je niet. Nu wel. Alleen je hebt geen armor. Jawel, ik heb gewoon vol armor. Kilt ook? Nee. Nu wel. Dit is mooi, ze spawnen echt net in. Ja, toch blij dat... Wow, ik heb geen super. Ik ga dood. Where will he be? Hij is bij mij. Oké, dat is maar kut. Je rost me zwart van mijn map af. Tuurlijk, de twee Mongolen met slap rifles, die blijven staan. Iedereen in de game. Yep. Enigste waar de community het met z'n allen over één is. De rework van Anarchy mag niet gebeuren. De Widderhort is ook goed gedaan hoor, maar... Oh, ja, zeker. Te weinig damage. Te weinig? Ja, hij doet echt letterlijk goud. Want ik snap wel voor een wapen special gebruik, maar... Ja, vergeet niet, de Widderhort heeft al een nerf gezien dankzij het feit dat de tick damage stekte. Dus iedere Witherhoord die jij erin schoot, stekte. Nou, ik kan me nog herinneren dat. Gaat het nog goed daar houden erbij? Ja, als die over dat fucking ding heen plekken wel, ja. Hij is eraf. Rift, je moet ook. Oh, ik word eraf van wie door de kip. Uit, wipe. Superman eraf. Er zit zo'n onzichtbaar randje net over de rand heen, zeg maar. Ja. Oh. En dan blijft hij dan mooi op hangen. Dat is echt top, is dat. Mm-hmm. Dus dan denk je dat je hem eraf hebt, maar hij is er niet al. Je mag ze er aan de rechterkant wel gaan afduwen. Nee, rechts hoef je hem niet af te duwen. Oh. Dan blijf ik wel rechts staan. Veel kutter. Nee, rechts is echt super kut. Zo dan, sluit mij even van de map af. Fuck was dat, joh. Ik had de macht van wel, toch? Waar is hij? Door in de midden. Hello, buddy. He did. Yep. Aegis is nu ineens 100% ingespand en ik heb hem al. Waarom kunnen we dit niet als we met team zijn? Ja, tel maar. Echt ontslaap als we met een volle team zijn, denk ik. Nee, dat we er gewoon geen zak om geven. Dat verschilt dus geen zak om geven en gewoon laid back zijn, is het denk ik. Ja, nee, met z'n zessen dan word je lui. Ja, dat is zo makkelijk dan. Ja. Het is echt gewoon de pure luiheid. Ja, dat zien we wel. Ja.
Nou, hij is bij jou. Rot op. Geef hem lekker drie keer jouw ellende. Nou joh, blijf maar lekker bij Petje. Want als nou, kom maar bij mij, dan zijn we wat sneller bij Etienne. Hopelijk. Ja, als jij het begin en einde hebt, dan jij wel wat. Dat was niet zo leuk. Maar ja, dan moeten we net zoals Esso had doen met zijn solo master. Wipe. Wipe it down, wipe. Nonny. Kijk, ik heb hier gevangen. Denk het. Ligt aan inkleuring en dat soort dingen. Was Esther van nou in general of niet? Nee. Twee seconden pet. Nee, crotchgoblin doen ze van hem af. Het is snel dood. Voor een keer sterf. Waar de fuck werd jij nog geraakt? Okay, door dingers van de precursor. Oké. Okay. Nee, ik ben nog niet dood van mijn neusje. Hij weet het gewoon. Ja, echt zo. Hij voelt gewoon aan waar die relic is. Hij voelt het als een water. Oh, nice. Alleen met een grenade. Dat is top. Oh, nice. Beter. Hier ligt heavy. Kom maar, Kippie. Hoi, Kip. Doe je maar net hoor. Kippie weg. Lekker bezig. Ik mag de relic niet pakken. Krijg ik een kip natuurlijk. Yep. Niet gaan lopen pre-fire, clearline. Stay alive, Rivik. Ja, nee, dat was meer van, ik wacht op de Minotaur, maar de Minotaur wel niet inspannen. Oké, okay. Maakt niet uit. Je oké, de B? Nou, half. Ga er af, joh, petlijn, hij is weg. De grootste sacrifice hier, denk ik. Maar dat zijn gewoon, hè. Oh, nice, dat viel mee. Ik denk de één of zo gesacrificed is. Nee, we zagen niks op sacrifice. Als ik zie dat niet trouwens in deze keer. Is goed. Is de laatste volgens mij toch? Ja, ik krijg er nog één. Maar ik heb niks. Ah, nee, ik wacht bij de deur. Ik loop niet buiten. Ik wil op de overload uit. Oké, okay, ik kom nu. Loopt hij bij mij? Nee. Ah, kut. Oh wacht, ik krijg nog ads. Dus dat is nog niet de laatste.
Hoeveel overloads waren er buiten? Eentje toch? Twee. Eentje per elke deur. Oh, gatekeeper. Body heads here, holy shit. Ja, het is niet makkelijk binnen hoor. Ik krijg hier de laatste Minotaur, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja, er komt niks meer. Ik kom snel. Maakt niet uit, ik ben nu onderweg naar buiten en kom Pat naar binnen met Relic. Ik ben dood, buiten. Oh, ik ben naar binnen, ik ben net buiten. Rest mij. Ja, ik ben onderweg. Ja, ik heb natuurlijk nog een Wither hier. Kom je? Ja. Ik laat hem liggen. Hij ligt er. Nee, te laat. Nee, waar ben jij? Hier naar beneden. Relax, Pat komt naar binnen. Nee. Oh nee. Nee! De new conflux appears before the glass. Steven heeft hem naar de conflux teruggeduwd. Wat die Minotaur? Ja. Serieus? Wauw. Wauw. Eigenlijk niet naartoe geduwd, heeft hem gewoon tegen de conflux aangegeven. Zuur. Fucking ding. Ja, hij die spawnde recht voor mijn neus. Althans, hij verdween, die Praetorium. Ik was hem net bijna aan afgeduwd, maar ja, hij was al begonnen. Hier komen ze vanzelf. Nou, we zijn er ook al, maar... Ja, het moet allemaal net even goed vallen. Yup. Zoals die Minotaur gewoon op rechts beginnen. Ja, dat zou echt heel fijn zijn, want dan krijg jij hem één keer vaak. Ja. En het is echt, ik heb het idee dat het duidelijk makkelijker is bij jou dan bij ons. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, ik moet wel uitkijken met die kip hoor, dat is wel echt een ding. Ja, die kip kan wel naar zijn. Ja. Twee energies en de kip is dood, hij is weer hier. Yep. Heet hij er een auto in van waar is het Elias of zo? Wie? Nee. Ik heb hem ook al een paar keer als eerste gehad. Maar niet zo vaak als de B. Ik heb hem meestal weer. Yep. Ja, hij ligt erop. Dat ging vrij vlot. Dan komt hij nu bij mij binnen. Ah nee, is nog goblins. Crotch goblins! Rot op mijn slap rifle. Ik kan alles even reloaden. Kippie, als het goed is. Ja. Ah, nee. Ja, kippie, ja. Kippie dood. Hey, ik zat ik. Nou joh. Oh jongens. Dit wordt niks. Gisselen? Nee. Dood. Wipe. We get this. We're okay. Ik zeg 2 seconden. 2 seconden. Ik moet even de banhammer laten spreken. Get ban. Get banned, bitch. Volgens mij doen op de telefoon of wel? Jawel, ik kan dat gewoon doen, maar hij is al geband.
Ja, nee, ik zag het pas later op mijn telefoon. Je zit op PC en niet ingelogd. Ja. Mm-hmm. Moet even kijken of dat kan. Ja, kan ik ook gewoon via de andere. Okay. Yes? Yep. Zo dan, hoe maakt hij mij in een keer one shot dan? Wat? Kun je hem pakken? Ja, zeker. Dat sloeg helemaal nergens op. Die motherfucker teleporteert op me en ik ben gewoon weg. Nou, ben ik laat binnen, is dat heel erg. Hier komen. Ik weet het niet, gaan we nu zien. Hey, hij is bij jou. Hey! Waar is dat? Echt jongen. Hier lopen we, hier lopen we struggelen om een verpakken van die rand af huis te doen. Ik zeg niks. Nee, ik constateer alleen, dat steeds. Ja, yeah, nou. Hij is er al af. Is hij er al af? Ja, ik denk dat ik de manier misschien wel gevonden heb nu. Ja, dat is mooi. Direct in het spawn. Ja, sowieso. Bij die spawn kan je hem in één lijn eraf houden. Het ene moment gaat dat makkelijker dan het andere moment. Ja, true. Ga ik die zeggen. Altijd fijn als je energie kiest dwars door die kip heen vliegen. Ja, tegen de kip is dat wat minder. Ik weet even niet meer wat ik krijg. Volgens mij kippetjes zo. Ja. Jij krijgt kippetje. Yep. Yep. Wat? Nee. Dat zit de spawn mee, weet je wel. Wat was dat, Riffik? Die middeltalk van hoorde niks. Dat was nog niet zijn timer. Dat kwam recht uit als... Kom op, die middeltalk had tenminste nog 2 seconden om in te spawnen. Kak. Je bedoelt die overloads? Ja. Mm-hmm. Die timer verschilt elke keer. Hoe sneller ze er binnen alles killen, hoe sneller die buiten komt. Nee. Het is of 5 of 7 seconden nadat die Plutonium wordt gekillt dat zij inspawnen. Moet ik even wat rustiger aan doen met killen dan van die beesten? We hebben in ieder geval wel, maar nee. Maar ben je gewoon niet voorbereid op de zijkant. Voorbereid voor de beeld. Beeld zijn het gewoon standaard wave, dus Hey, weer hè? What the fuck? Ja, jullie twee staan natuurlijk achterin. De ads die er nog lopen, komen op mij. Ja. Dat zou best wel kunnen, ja. Maar ik weet het wel zeker. Ja, jij wil binnen een bakje hebben, dan heb je buiten een paar. Ik heb het door, ja. Nou, jij, voor mij gaat het bij jou nu beduidend makkelijker binnen. Ja, zeker weten. Dus ze zeggen dat hij nu wel de makkelijkste heeft. Ja. Waar zal hij zijn? Waar zal hij zijn? Bij jou? Ja, hij is bij jou. Ja. Staak nou, al naast hem. Hij was bij jou. Hij was bij mij. Nou, mijn kippie is ook al weg hoor. Shit. Challenge hier al. Gewoon challenge mode.
Zo, kipte even moeilijk, ging bijna. De torium is erop. Mooi. Zijn mijn KD gaat een beetje kapot zo. Ja, boeien. Ja, pak het. De enige KD waar jij druk om moet maken is van Proud. En die is ook waarschijnlijk nul. Dus dat geldt. Ik wou zeggen, die is negatief of zo. Meer suicides dan kills. Dag, Praetorium wie? Bij jou is al weg? Wat? Bij jou is hij al weg? Wat? Praetorium? Al allemaal. Ja? Op het moment dat hij binnenkwam is hij dood. Auw. Oké, dan krijg ik nu de Praetorium. Krijg ik een kippie? Nice. Chris, als je... Ik denk dat het verstandig is om te wisselen zo. Ja. Oké. Okay. Zeg maar even, ik ben even bezig met... Oh nee, we krijgen er 5, hè? Ja, we moeten zo... Jij krijgt hem 3 keer, toch? Ik krijg nu nog goblins. En volgens mij nog 1 kip. Ah nee, dit is de laatste, denk ik. Wacht even. Ja, bij mij is het leeg. Ik kom nu... Nee, bij mij komt kom er shit binnen. Wij komt ook een shit binnen. Ja. Dan eindigt de kip, denk ik bij mij. Ja, als je begonnen was met de gatekeeper, dan eindigt dus je... Allebei, dan krijg je hem dus allebei 3 keer. Ja. Wacht maar, ik heb een granaat. Maar wees wel op standby. Ja, bij mij komt die laatste kip binnen. Bij mij komt hij nu binnen. Ik kom nu naar buiten. Hij ligt eraf. Ligt hij eraf? Ja. Nice. Ja, Minotaur zijn dood. Overloads zijn dood. Overloads zijn dood? Hou dat ding over. Open. Ja, nee. Ja, Overloads zijn dood. Ja, ik kom nu naar buiten. Ik sta al in mid. Ik even doorwisselen met plek trouwens. Ja, gewoon lekker energy flikkeren. With a horse flikkeren, weet ik veel, whatever. Ja, eentje naar mid. Dan pak ik rechts. Laat alles maar uit zichzelf doodgaan. Ik ga naar mids. Ik heb die Minotaur op rechts. Ja. Ik neem jou over. Ik heb daar energy liggen. Oké, okay, deze Minotaur is ook dood. Ik ga naar de linkerkant. Ja. En dan gewoon op plekje blijven. Kippetje killen. Laatste Praetorium ligt. Kippen komen uit de gate, hè? Ja. Vliegt er gelijk heen. Let op de relic, hè, dat hij niet vervangt. Ja, ik heb hem al. Deze kip is dood. Deze ook? Ik weet niet of het mijne, maar die gaat ook wat zanger. Ja, kom maar aan. Oh nee, die is dood. Nice. Goed gedaan, jongens. Moet. Gatekeeper done. Jullie zijn weer een stapje verder. Heel yeah. Oké, okay, wat hebben we nodig? Salvo, hoorde ik al. Salvo, uiteraard. Ja. Even kijken. Jij bent Hunter, hè? Mm-hmm. Wat wil je? Goldie of Tedder? Ik zit even te denken voor jou. Kan ik sowieso Salvo met die. Welke grenade staat jij ook alweer? Vortex, geloof ik. Of is dat Titan? Nee, Vortex zit op de uitstap. Vortex zijn op de. Uitstoppen, dat is op de multi-tether, ja. Ja. Moet ik op multi dan? Ik zit te denken voor Hunter wat voor veel damage. Ja, multi. Ja. Als je het met kan omgaan, is het shards inderdaad of multi of goldie met dinges. Ja, pak multi wel. Wat hebben jullie aan heavy dan? Ik pak corrective measures. Wacht, salvo. Wacht even. We zitten natuurlijk nog. We moeten nog even de strategie eerst bepalen. Ja, oké, maar wat waren de wapens? Want? Scout. Riff, jij gaat eruit glitchen? Ja, ik probeer de headshot, ja.
Of finishen. Oké. Jij kleest eruit. Eentje, jij neemt Anarchy mee, denk ik. Of niet, Kael? Ja. Ik wil ook Xeno pakken. Ik... Ja, daar zit ik even mee. Want we gaan... Oracle schieten bij de deur. Wacht. Ik wil heel even mijn eigen positie. Dit is rechts. Dus dit is Venus. Dus dit is L1, L2. Daar zit L1. Daar. Oh ja, daar. L1, L2, Spawn, R2, R1, mid. Ja, okay. Ja, maar ik zit even te twijfelen of dat we... oh nee, je moet wel binnen blijven trouwens. Mm-hmm. Want jij houdt, dan hou jij, één van ons twee houdt de relic vast. Ja, en de andere schiet. Klopt. En de andere schiet. Ja, ik heb ook expres even... Riffer komt naar binnen gerend, zodra naar de eerste call-out van de dingen. Mm-hmm. Die clench je direct. Degene die daarnaast staat, zorgt voor de ad control binnen. Ja. Maar dat is de relic holder. De relic holder doet eigenlijk ad control. Ja, oké. Okay. Dus ik doe oracles. Sorry? Ik doe dus oracles. Jij doet oracles, dat is prima. Dan neem ik Anarchy mee. Dan moet jij Xeno of Eriana meenemen. Ja, dan neem ik Xeno mee. Dat lijkt mij verstandig. Xeno, Salvo en Nightwatch. Ja, dat is zeker een goede keuze. Nightwatch, Explosive, Outlaw. Dan ben jij de Aegis holder erbij? Ja, dan hou ik die vast. Zet ik even te denken. Ik moet wel even een welletje meenemen. Sowieso, damage phase achter de portal. Sowieso. Ja, gewoon hero. Zonder twijfel. Want het is echt veel makkelijker hem raken met salvo en dingen. Ik zorg trouwens dat hij op demo staat. Voor je grenade. Je hebt echt demolitionist met Warpol bijvoorbeeld. Ja, ik heb... Salvo is altijd demo. Demo chain heb ik. Ja, ik heb altijd demo chain. Ja, Warpol is wel echt meer damage, man. Ik heb boss pack erin. Dat sowieso. Dus Rift gaat naar buiten. Rift doet de call-out. Wij schieten hem vanaf de deur. Zodra Rift zegt, ik moet geclenched worden, zorg ik, omdat ik de relic holder ben, dat ik, hoe heet dat, hem cleansed. Nou, dat doen we 3 keer. Gaan we hier staan. Damage. Zorg dat je Xeno overhoudt. Ja, sowieso. Want ja, uiteindelijk moet jij, het is wel constant hetzelfde, dus je moet wel zorgen ook dat je machine gun ammo finder bij je hebt. Nou, ik zal hem even erin trappen. Want die heb je wel nodig. We kunnen dadelijk de vlag wat cheese hoor, als je dat wil. Dat is echt wel handig. Wat is, hoe doe je? Dan kan je hem 1 keer extra pakken, toch? Ja. Kan je hem tijdens de damage phase pakken inderdaad, dus ik zou gewoon hem nu even pakken en dan een keertje wipen voor de extra plek. En dat doe ik hem zo teasen. Dat is een stuk makkelijker. Ja, dat is start en plaatsen verder... tegelijk ofzo. Ja. Sorry? Start en plaatsen tegelijk ofzo. Ja. Hmm. Verder zit ik even te denken. Precies wat ik zeg. Damage face gewoon achter dat ding. Kijken hoe ver we komen met damage. Hoeveel damage we doen. Ja, we moeten minimaal 1/4 hebben toch? Dat zou mooi zijn. Maar laten we vooral eerst in het ritme komen. Ja. Dat sowieso. Oké, dus ik doe oracles. Als het kan schiet ik even mee. Pets. Even kijken. Let er wel op dat er buiten, terwijl naar buiten loopt. Zorg dat je, stel we zijn hier. Mm-hmm. Kijk uit voor de subs, want die leven bijna allemaal nog. Hey, ik kan hem gewoon invis maken. Gewoon jeet. Jawel, maar de subs lopen overal, hè? Snap ik. Wat je nog wel kan doen, die kan hem wel naar zijn trouwens, dat weet ik, van mijn solo acties. Hier, deze rand, mm-hmm. Die komt vol te staan met, weet ik. Hoe heet het? Harpies. I know. Probeer een energie te gooien, of iets dergelijks. Iets wat je hebt om... Een neut! Ja, nee, een grenade moet je bewaren. Grenade 100k damage op de fucking boss. I know. Nou, dat is pretty much it. Het is aan zich niet heel moeilijk, alleen die, je moet even die glitch hebben. Mm-hmm. Ja, oké, maar ik kan ze dus op, hier op rechts kan ik ze gewoon killen.
Toch? Ja, in principe kan je, je had altijd één harpje boven leven laten. Ja, sowieso, sowieso. Het is wel kut dat Rift niet op de warlock is, maar goed. Yep. Anders hadden we twee welletjes gehad. Anders kan ik wel hem omswitchen hier, want ja. Ja, ik was zeggen, dit is toch een checkpoint? Oh, je gaat toch een checkpoint nu pakken op je Titan, dan wisten we hem later wel waarom was dat. Ik heb nu eigenlijk hem dan, dus ja, ik kan gewoon op de warlock. Dan pak ik gewoon de welletje bij. Zal ik anders mijn Titan erbij pakken? Dat is op zich wel fijn. Voor de extra damage. Dat twee warlocks, twee welletjes, dat is op zich wel prettig, want dat de één niet opgeladen is. Ja, twee welletjes en een Thunder Crash. Twee dat, meer in damage. Ja. Ja, je kan eventueel, we kunnen eventueel ook nog bubbel proberen. Nee. Ja, dat zeg je wel, nee. Maar... Ja, nee, dat snap ik ook wel. Het is gewoon een buff. Ja. Zelfsam, maar ik weet dat wij toch damage van... Xena... Ja, Tunnelcrash. Ja, Tunnelcrash sowieso. De week kun je net openzetten. Oh, sorry. Ja, die had ik van de week dichtgezet, omdat ik zo'n ding aan het doen was. En dan zou je altijd zien dat er een of andere hufter net joint op je. Ja, had ik een paar keer gehad. Ik ben even pissen en dan ga ik proberen. Ja, morgen. Een van alle. Een van alle. En alle voor één. Wat heb ik hier? En dan zou je zien, door dit geintje telt hij hem niet als drie man als een complete. Ah, nou ja, weet je, eigenlijk zou je die wel moeten, maar... Mm-hmm. Weet je dat ook meteen weer? Ja. Daarom. Kijk, wat voor een void kan ik hier opzetten het best? Niks. Dus zo nog een keer wipen in verband met die glitch. Alles even vullen. Ik moest even een paar keer springen om er even door te hebben hoe het sprong op een Titan. Waarom mis ik nou die? Oké. Moet de wipe zijn. Yep. Ja, om die glitch uit te kunnen voeren. Want als ik gok dat Rivik de vlag nog niet had. Oh, maar ik zit wel vol met ammo. En super heb ik sowieso tegen die tijd opgebouwd.
Als ik weer super heb. We can do this. Yep. Ik heb nog extra reload speed met een kleine rally barricade. Alles wat qua reload helpt of wat dan ook. Daarvoor heb ik demo, hè? Mm. In het reload. Ja, ja, ja. Maar rally barricade werkt ook met reload speed, hè? Oké. Alles wat helpt, helpt. Waarom? Maar we moeten gewoon even kijken hoe ver we komen met damage. Ja, dat sowieso. Mm. Ready whenever you are. Ja, Riff, wanneer jij klaar bent. Ja? Yes? Waar spawnen deze? Dit is gewoon de eerste harp. Oh, gewoon bovenin, je maakt tijd. Ik heb tijd gehad. Het begin is niet heel veel anders. Nee. Hoezo kost het me een full mag om één harpy te killen? What the fuck? Lang leven succes, man. Ja, maar serieus, het kost me een full mag voor één fucking. What the fuck is dit? Oh! Ja, dat is wel een probleem. Ik ben even snel een scout rifle omwisselen. Scout rifle is 1100. Ja, dat is niet handig. Nee. Here we go. Ik pak de relic, hè? Jij bent op Mars, hè? Ja. 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 Oké, mid, rechts, spawn. Mid, rechts, spawn. Rechts. Rechts, spawn, ja. Wordt op de poort al gestaan? Mid. Rechts. Spawn. RTV, mid. Ik zie niks, ik moet wipen. Ja. Kom maar, kom maar, kom, 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 kom. Thanks. Oh, mid. Dus dat was mid, rechts, links. Mid. Rechts, links. Links, rechts. R1. Ja, nee, ik word hier. Links, rechts, 2. Links, 1. Rechts, 2. Rechts, 1. Ja. Kom maar naar binnen als je kan, hoor. Is goed, ik kom nu naar binnen. Oh nee. Damage face. Nee, ik was daar net te lang in. Niet. Het is damage face. Oh, dan ben ik alleen Mark bij Void. Let op je detain. Neem even mijn cleanser. Ja, één moment. Ik word gedetained. Ja. Thanks. Ja, ik pak die detain. Wat? Mijn kogel komt op hem. Damage is over. Niet verkeerd. Niet verkeerd damage. Nee. Ondanks dat we heel veel gemist hebben, niet verkeerd. Ik wist gewoon niet welke woord ik kreeg, dus. Nee, maar niet. Maar niet. Nee, we gaan gewoon door, we gaan gewoon door. Drie, hè? Als je ammo nodig hebt, vergeet de vlag niet, hè? Nou, ik heb heavy liggen. Nee, nog de B? Ik heb hem zeker. Oké, mooi. Zijn ons zit vol. Dat is mooi. Ik heb geen su. Ik heb nee, geen. Nee, ik heb hem dood. Nee, ik heb een nieuwe. Blijf leven, blijf leven, blijf leven. Ik heb een nieuwe. Ik kan niet verder reporten. Oké. Okay. Wipe. Wipe. Iemand had mijn laatste hapje gekild. Ja, mijn vader. Ja, sorry, dat is mijn schuld, denk ik. Ja, anders had ik hem afgeschoten. Maar roep dan heel hard, blijf van mijn harpje af. Even twee seconden, ik moet even met die Nightwatch infusen. Oké, dat was echt slechte damage voor mij. Nee, ja, voor mij ook, maar dat maakt niet uit. Het was echt niet heel verkeerd. Nee, zeker, ik weet niet wat voor damage ik heb. 97. Shit. Oh, dunne crash. Ja, ammo, wipe. Yep. Iedereen ammo? Ja. Ik ben wel best blij dat ik heb die noten aan mijn kop geleerd. Op het moment dat was ik van wat? Wat was het? Ja, ik heb man.
Wel makkelijker met z'n drie, denk ik. Ja, binnen is het echt een heel stuk makkelijker. Ik moet zeggen, ik heb een hoop onnodig Xeno geschoten, moet ik zeggen. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb liever dat je onnodig Xeno schiet. Dat je Xeno daarna wat op. Wat opspaart. En dan kunnen we. Hoe heet het? Nee. Oh ja. Ja, het is Venom. Ik weet het. Ja, behoorlijk. Maar dat is dezelfde met Ed killen hoor. Het is gewoon, het is gewoon een full MO ding. Dus ja. Ja. The same goes for your super. Yep. Hey, Nightwatch doet er niks schade. De wapens worden wel gebaseerd op de power level van de wapen zelf, hè? Wat? Damage? Damage van de wapen. Ja, zeker weten. Dit is het twijfelen van armors niet. Armors worden ook gebaseerd op jouw algemene power level. Claim je harpy als je die, als dat moet, hè? Chaos. Mm-hmm. Dat niet alle harpy. Anarchy. Ik schiet expres niet alles af. Gevaarlijk. Ik doe het heel gevaarlijk. Ja, er dus zit... Ja, wipe. Wipe maar. Ja, waar vind je... schoot op die ene harpy die ik op mijn oog had en toen kwam jouw anarchy eruit. Waarom ben ik geteleporteerd? Ik wipte. Maar Chaos, blijf anders maar gewoon op links lopen. Wat dan? Dan blijft Riffic op rechts lopen. Ja, is goed. Want dan lopen we ook niet het risico dat we, zijn harpies killen. Ja, nee, is goed. Riffic, ga lekker rechts staan. Ja, precies. Dat is meer om, weet je, het makkelijker te maken voor onszelf. Ja. Want dat zijn de dingen, ja, je hebt, het is automatisme om, Oh, kut. Ja, dat is ook automatisme. Gelukkig hebben we allemaal genoeg vlaggen. Ik heb er nog, ik weet niet, 400 of zo? 300? Nou, 334. Oh, 335. Ik heb er ook nog iets van. Ik heb er niet zoveel meer volgens mij. 16. 16. 16. Ik weet niet hoe. Ja, trouwens, ik zet altijd een vlag op de reet. Dus. Ik ga er wel altijd hard doorheen, zeg maar. Ja, ik heb er laatst echt 700 gekocht of zo. Ik hoorde het zeggen. Hey, erbij. Hey. Zal ik ze uit hun spawn schieten aan de andere kant van het midden? Oh nee, wacht, die moet ik laten lopen. Doe je ding. Nee. Heeft hij nou een dood, man? Nou, wij kunnen chillen. En Riff moet werken. Goed voor hem. Werken voor zijn centen, hè, waar. Iemand kreeg gisteren tenminste nog een sub. Wij kregen helemaal niks. Ja, dat is zeker waar. Ja, zeker, zeker. Ja, iedereen heeft zijn sub alweer afgezegd, volgens mij. Iedereen ready? Hey. Yep. Even go. Mijn sub niet afgezegd, hoor. We staan op penis. Oud, dit is wel. Is het leuk? Yep. Ja, dat doet hij al voor ons. Ja, het is een timing. Ik weet het niet. Als je er net naast zit, dan werkt. Ja, maar soms heb je ze ook met latentie van toetsenbord, helaas hier. Als ik zeg maar op Streamlabs chatbot kijk, dan geeft hij aan 0 subs, weet je wel. Dus dat klopt niet helemaal. Ik ben gewoon gesubt hoor, ik ken ze van subs. Nee, maar daarom weet je wel. Als ik op Twitch kijk, dan zie ik gewoon 4 man staan. Ja? Tuurlijk. Ik denk het wel, na een maand kun je wel het stop zetten, maar volgens mij kan je niet cancelen, want je hebt er eenmaal betaald. Ja, je zet hem stop, ja. Ja, oké. Maar dan heb je nog steeds sub. Voor die maand. Ja, voor die maand wel, ja. Even kijken. Insights, affiliation. Oh ja, ik heb de subscriber names veranderd, Riffic. De tier 1 heet nou MFWKRS. Dus motherfuckers. Tier 2 is fuckers. En tier 3 is helemaal leuk. Fucking panda's. Fakum panda's. Ja, maar als iemand je ooit betaalt €25 voor één mens subben, dan denk ik het waarschijnlijk niet, wel maar. Ja, ik kan die prijzen niet aanpassen, gek. No.
Dan zou ik het alleen al aangepast. Dat ik gewoon tier 3 had ik 10 gemaakt en tier 2 57. Here we go. Ik heb niks gedaan. Rechts, links, rechts 2. Rechts, links, rechts 2. Rechts 1, links, rechts 2. Rechts 1. Rechts 1, links, rechts 2. Links, rechts 2. Links, rechts 2. Ja, links, rechts 2. Is goed. Was het links 1 of links 2? Ook op R1, L1 en L2. Nope. Nee. Die ook nooit niet goed horen, want die gaat hier veel te veel harpies op rechts. Als je de eerste, als je de eerste twee ziet, dan hoef je die, als je gewoon zeg maar bijvoorbeeld L1, R1 ziet, dan hoef je die derde genoeg, eigenlijk niet te weten. Genoeg. Nee, maar op bepaalde momenten zeg maar gaat het soms wat langzamer en dan ben ik al blind. Ja, oké. Okay. Voordat überhaupt de tweede toon komt. En door die harpies geluiden kan ik het niet zo goed horen. Ja, maar je moet kijken. Ja, als ik niet kan kijken, dan moet ik luisteren. Ik kan het ook niet zo goed horen, dus met die harpies schoten. Maakt niet uit. Top hook. Oké, harpie. Here we go. Famous. Boy. Links 1. On links 1. Links. Links 1? Wat? Spawn links. Spawn. Ik kan links. Ja, die krijg vandaag schieten. Ja. Dan ben je klaar. Nee, ik hit hem niet. Ja, kom maar. Links, rechts 1. Links, links 1 of links 2? Links 1, rechts 1 en rechts 2. Links 1, rechts 1. Rechts 1. Wat een kutplek. Ja, kom maar, kom maar, kom. Rechts, kom, kom, kom. Ik hoef niet te cleansen. Oké, sorry. Rechts? Spawn rechts, links. Spawn rechts, links. Spawn rechts, links. Ja hoor, toen viel mijn headset uit. Dat is verkeerd, die schoot links. Die bij mij anders even hebben. Nee, ik vind het gewoon even inpluggen. Het zet weer uit. Dat kan gebeuren. Spawn rechts. Oh, ik schoot spawn links rechts. Yep. Doe jij het net weer? Ik schoot spawn links rechts. Doe jij het weer of niet? Mijn headset doet het nog even niet. Nu weer wel. Ja, doet het weer? Ja, ja, hij doet het weer. Oké, okay, let's go. Ik schoot de verkeerde. Dat weet ik, dat zei ik. Wat is Venus kut, man? Dat, echt links, op, links 1 op ja, L1 is, L1 is heel kut. Maar hoe zit het op Mars met R1 dan? Is het niet easy. Nee, dat is een makkie. Easy. Dat, Mars is easy, alleen L1 op Venus is heel kut. I'm dead. Kistje. Kijk wat je doet. Het was mijn echte kogel bij jou. Oh, ik had hem gewoon hoor. We hebben geen extra ammo, dus weet dat. Waarvoor? Vlaggetje.
Oh, vlaggetje. Ja, die is er niet op dit moment. Dus. Mm. Nou ja, zo beet. Nice, wombo combo. Ja, precies. Here we go. We zijn Venus. Rechts, mid. Rechts. Rechts 1, mid, rechts 2. Wat? B, kom er binnen. Hiervoor, 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 deze hiervoor. Dan die achterste. Dat is echt die achterste. Ja, dat zei hij. Dat zei, er zat er rechts 1, rechts 2. Rechts 1, mid, rechts 2. Ah, okay. Oh, rechts 1, rechts 2 was het dus. Oké. Okay. Die voorste daar... Ik heb nog niet zoveel practice gehad, hè, op, die, op deze rare hoek. Ja, het is even wennen. Ja, zeker weten. Ja, dat is het probleem, dat ik moet gewoon cleansen dan. Ja, je kan gewoon cleansen. Doe ik het weer. Je kan nu cleansen wanneer je wil. Ja, maar kijk, omdat jullie bij de deur staan, als ik niet hoefde cleansen, konden jullie net zo, gewoon terug naar de mid. Of daar helemaal achter. Ja, maar weet je kan nu gewoon. Nee, dit is prima. Bij de deur is prima. Het is even wennen. Dat ook, weet je, voor Keel, het is gewoon even wennen, even doorkrijgen welke is. Ja, dat zeker, zeker. Nou ja, als ik, ik roep gewoon naar Clint als ik nodig heb om te cleansen. Ja, maar je kan nu gewoon, zodra je, als je maar even roept, wanneer je naar binnen komt. Dat is het enige wat ik wil weten. Binnenkomen zodra ik hem heb afgelezen. Ja. Zodra ik hem afgelezen heb, krijgen we naar binnen komen. Dat ik zeker weet dat ik niet te laat ben voor de tweede coracle frame. Yep. Komt ie. Mark. Rechts, links, rechts 2. Kijk hoor, rechts. Rechts 1. Ja. Links 1, rechts 2. Rechts 1. Hij komt naar binnen de B. 3, 2, 1, lukt. Even herhalen. Rechts 2, links 1, mid. Rechts 2. Links 1. Wat? Rechts 2. Links 1. Rechts 2. Links 1, mid. Ja, stop. Schiet die bommen. Rechts 2, mid, spawn. Rechts 2, mid, spawn. Ik sta klaar met de well achter de deur. Ja, stop. Wat? Rechts 2. Dat is links 2. Rechts 2, mid, spawn? Ja. Links 2, mid, spawn. Ja, dus rechts 2. Sorry, mijn fout. Thanks, Fizz. Was er wel? Je wordt gedetained. Ik word detained. Let op de relic. Ik sta links. Mag hem niet pakken. Tel! Ah, kut. Reset. Rek jij daar, Riff? Mm-hmm. Ik heb even helpen met de suppies. Ik heb Widderhoortje mee, dus dat scheelt echt wel veel. Yep. Ik schiet één harpy dat we daar weg. De sub kunnen natuurlijk sowieso weg. Ik heb één harpy laten leven voor je. Ah, thanks. Ik heb hem ook klaar om te finishen. Xeno zit weer vol. Top. Reload het hem wel. Let's do it again. Yep. Damage was echt kak, maar ja. Ja, maar niet uit. Het is even een rip met een nieuwe. Ja, joh. Here we go. Twee nut. Rechts 2. Of links 2, links 1, rechts. Ja.
Links 2, links 1, rechts. Oh, ik loop naar de verkeerde, sorry. Ja, kut. Ik kan nu naar binnen. Ja, ik val naar beneden. Oh, nee. Ja. Mijn fout. Fuck, stom. Ik spring zo achter pet aan terwijl ik weet dat het goed zal. Ja, jij sprong goed, ik sprong de verkeerde kant. Ja, ja. Ik sprong achter. Ik had zoiets van, oh, ik sta verkeerd. Ik dacht erbij aan. Maar nee, ik stond gewoon goed. Dat wist ik. Maar ja. Mijn brein zei anders. Ik heb geen energy converter aan. Oh ja. Keep practicing. Oh, fuck, je mislukt. Ja. Nee, geen super. Ja, maar ik net ammo zit vol. En wij kan hem met de relic ook niet killen. Zo doe ik van de maag. Wie, Adrian? Ja, nee, dat is vrij lastig. Hè. Kom dat maar. Geen niks aan mijn super. Wat tekst voor iemand die heeft mij harpjes slow gemaakt? Nee hoor. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Explosive payloads of dragonflies, anyone? Nope. Oké. Okay. Niks gedaan. Of steeds, thanks. Here we go. Mars. Spawn mid rechts. Spawn mid rechts. Spawn mid rechts. Planter B? Ja. Kom maar. Spawn, rechts, links. Spawn, rechts, links. Top. Spawn, rechts, links 2. Okay. Spawn, rechts. Spawn, rechts, links. Mooi. Spawn. Rechts, links. Damage face. Damage face. Kuit voor subs. Oh ja, ik heb geen vision clear. Wel? Wie wordt er detained? Ik word detained. Ik sta er vooraan. Ook het. Ah, shit. Nee. Ja, ik heb jullie, jongens. Ik heb jullie. Oh, damage face. Oh, wat? Ik sta in mijn huis. Nee. Tweede kruis zat erop. Woeh. Dit is veel beter, jongens. Dit is veel beter. Dit is genoeg, hè? Ja, dit is meer dan zat. Ah, subs! Subs! Ja. Dit is meer dan zat. Als we dit kunnen volhouden, dat... I am marked by void. How about that? Nee. Nou, spring eraf dan. Ben je blind? Ja, spring dan. Ja. Maar jij, spring maar gewoon erg. Ik weet niet hoe je springt. Ja, ja, nice. Maar jij. Ik heb je. Nice. Maak even één harpy low. Hero? Ja. Ja. Thanks. Ah, kak, nee. Oh. Oké. Nee, ik loop naar beneden, anders doe ik het wel. Hij moet nu. Ik heb er alleen. Yes, oké. Okay. Ah, hij doet het. Rechts 2, rechts 1. Ja? Ik ben alleen? Nee, ik ben niet alleen. Links 2, links 1. Spawn, links 2, links 1. Kom maar binnen, meneer, kan. De deur open is, ik kan nu naar binnen. Ja. Kom maar. Links 2, rechts 2. Links 2, rechts 2. Ja. Links 2, rechts 2. Bon, meer hoef ik niet te weten. Dan rechts 1. Oh, kijk eens dat ik het gewoon kan horen. Dus. Links 2, rechts 2. Links 1. Rechts 2, spawn links. Rechts 2, spawn links. Rechts. Spawn links. Ja. Rechts, spawn links. Rechts, spawn, ik ben low. Links, damage face. Here we go, damage. Ik zet alvast de wall voor de deur. Ja, heel goed.
blind? Oh nee, mag niet. Ik dacht dat ik blind werd, ik word niet blind. Ik blind nu. Nee, ik ben er. Ik word detained, ik loop naar voren. Ja. Oh nee! Hij jiet me echt heel ver. Niet door de deur? Of wel? Nee. Bouw eens op. Tel, tel! Nee, net niet. Dit is goed, gewoon aan het drie vegen. Als ik twee crashes de volgende kan krijgen, dan kunnen we hem hebben. Nou, dat denk ik niet, maar... Ik zie Heavy liggen, die wil ik wel echt hebben. Ik heb namelijk 5 kogels. Het zijn 2 blokken! Het zijn 2 blokken! Echt jongen, fucking sub gaat dood of zo. Ik heb hier een low voor je eventueel. Ik heb ook een lowtje hoor. Ja, deze mag dood. Ja. Je kan het wel weer, ja. Oké. Okay. Here we go. Mars? Mars. Rechts, spawn, links. Rechts, spawn, links. Rechts, spawn, links. Kan er binnen erbij? Ja, kom maar. Rechts, spawn, links zit. Nogmaals. Links 2, spawn. Links 1. Links 2, spawn. Links 1. Stoppers. Mid, links 1, links 2. Wat zei je? Mid, links 1, links 2. Mid, links 1, links 2. Links 2. Heel. Mid, links 1, links 2. Damage face. Damage face. Oh, maakt niet uit, ik pak hem op. Ik hè? Ja, nee, ik kom naar jullie toe gerijd en ik word blind. Ja. Ik pak nu. Ja. Heb eens. Ik probeer jullie orbs even te pakken, want. Ja, ja. Doe je ding, doe je ding. Ah, jammer. We hebben nog één face. Dit doen we wel. Yep. Keep it up. Ik heb die ene sub bij je weggehaald, ik heb nog 6 kogels, dus ik moet even een rondje rennen voor hem. Ik heb geen res. Ik kan je resen. En ik heb een low harpy link. Ja, ik laat hem leven. Thank you. Thanks. Ik heb 6 xeno's. Dus ik... Nee, weet ik, maar dat komt goed. Dan moeten we wisselen. Ik heb wel snipers, ik heb geen xeno's. Nee, maar ik heb ook mijn scout, dus... Als ik ze. Als ik het verdeel. Pak jij. Ja, doe jij het dan maar gewoon. Ik verdeel ze gewoon. Spawn links, 1 rechts. Spawn? Spawn links, rechts. Spawn links, rechts. Oké. Okay. Spawn links. Rechts. Kom maar even. Ik kan niet openen, ik zie niks. Dus. Kut. Nee. Oké, het gaat van de rechts naar links. Dus dat wordt waarschijnlijk R1 met links 1. Probeer maar gewoon. Ja, dat klopt. Ja, reload. Nee. Woe. Ben je echt cleansed? Ah, hij heeft stoot. Ja, we kunnen proberen. Hij kan het altijd gelijk doen. Okay. Nee, we zijn links, lost. Rechts, oh, nee, rechts. Lost in flank. Fuck. Oh, so close, so close. Oh. Oh. No. Oh, fucking hell. So close. Echt, hè? Zo fucking close. Ah nee, dit is echt top man. Ik bedoel, moeten we even dubbel wipe doen voor ammo? Ja, even een bennetje wipen. Bench? Oh, ik schoot mis.
Chaos Pink, alles is jouw kans. Zoiets? Hm? Deze? Ja. Mijn noodkoop miste. Deze. Omdat je zelf wel zat. Ik heb geen artistiek oog. Ik zie het verschil niet tussen de twee. Laat ik het anders zeggen. Is dit een slappy of niet? Nee. Godverdomme. Ja, laat maar. Bye. Ik kan niet namelijk nog mijn wapens omwisselen. Oh, wat? Ik plek mijn super weg. Ik ook. Druk een keer de knop in. Same. Zo close, joh. Zo close. Echt. Eén feestje. Nee, dat maakt niet uit. We doen het al met z'n allen. Ja, sowieso. Dat was echt mijn fout. Ja, maar weet je hoe fucking stressvol dit is? Ik zat net met die laatste, met die fucking laatste orkel. Twee kogels zie ik in mijn scout zitten. Hoe denk je hoe mijn handen zweten? Weet je... Net zoals die van mij. Weet je hoe stressvol dat is? Als je die orkel ziet oplaaien van, yo, I'm gonna explode, motherfucker. Weet je hoe stressvol dat is om het niet te kunnen zien, maar het uitgaan dat je wel goed hebt geleerd op het geluid? Je had het echt goed. Het was links dichtbij en dan, rechts dichtbij rechts naar mid naar en links ver of zo zei. Ik weet niet wat je zei, ja, maar het was mid L1, L2. Het klopte perfect. Dit wordt een vlaggenwipe. Nou, vlaggenwipe. Dus deze mag ik pakken? Ja. Oké. Okay. Nou. Oh, dit keer niet springen schieten? Nee, kijk wel uit. Ik zit erover na te denken om even een ding erin te zetten. Hoe heet dat? Reserves. Ja, dat maar kun je wel doen. Waarom neem jij trouwens een scout mee? Waarom neem je niet de vreesnaam gewoon een sniper mee? Ja, dat ga ik ook doen. Gewoon de succession, man, want die is twee schoten op een orkel, hè? Ik heb geen succession meer. Oh, wel, ik heb wel. Ik heb wel mijn succession. Dat is met Recombination Osmosis. Dat is mijn Grandmaster Sniper. Nou, geen ammo, komt wel. Ja, ik heb ook Recombination Osmosis. Ja, die eerste snipers pak ik toch zelf. Ja, daarom. Nice, hij staat. Oh, wel even de Twitch terugzetten. Ik zag dat er weer mensen bij waren. Dus. Wat was dit? Die dingen was echt gewoon vrij zinloos, zeg maar. Die scout is leuk, maar. Ja, I know. En als je die harpies, die quantum harpies gewoon op een dingen schiet, op een poten schiet, in plaats van op een hoofd, dan zijn ze niet one-shot. I know. Dan blijven ze gewoon leven. Nou, eerste blokje heavy lucht er al. Heel goed. Nou, ook nog een special craft, ben ik blij. Twee blokken heavy. Voor de rest helemaal niks, geen special. Ja, nee, dat is niet anders. Maar je hebt nu nog heavy, dus dat is niet erg. Mm-hmm. En anders kan je dadelijk indien nodig een vlag pakken. Here we go. Venus. Rechts, twee, rechts, één, links. Kijk, rechts 2, rechts 2, rechts 1, links 2. Rechts 2, rechts 1. Wanneer jij de klaver weg is? On, rechts en ik kom naar binnen. Ja, oh nee, wacht, de deur staat niet open. Oh fuck, ik kan ook. Spawn rechts, oké. Okay. Riff is dood, wipe. Dit wordt een wipe. Ik ga hier vanaf hij nog niet open was. Waarschijnlijk zul je niet goed op de dingen. Kan niet anders, bedoel. Ach, vrij simpel. Nee, dat is inderdaad. Maakt niet uit. Ik heb nou twee kogels voor mijn sniper. Stond je op de verkeerde poort? Het is wel echt... Nee, ik stond op Venus, maar het probleem was waarschijnlijk dat ik net ietsje te ver achter de ring stond. Dit was wel heel zonde, want ik had namelijk buiten 3 bricks heavy liggen. Ik had binnen 2 bricks heavy liggen. Ja, dat is ook. Ja, fuck it. Ik heb 2 successiekogels. Wauw! Succes! Ik heb 11. Nice. 13.
maak hem head glitch hier, ja. Als een pro. Als een pro. Mr. CSGO. Nou, geef me fucking special dan. Kneuzen. Helemaal niet. Doen we niet aan. Lukt dat erin? Jazeker. Zo niet, ben je noob. Nou, dat ben ik sowieso. Je hebt geen Amerika. Nee! Die heeft dat gedaan! Nope. Scheiße. What? Scheiße. What? Dan pak ik nog even snel de vlag namelijk. Ja, ik ook. Ik kon daar. Ik zag het. Het was echt een jeet. Ik hoorde Rip ik zeggen, nee! Ik denk, oh, even naar de vlag. Oh, ze moesten elkaar hebben gekild. Oh, ik hoef niet eens wat te doen. Nee, je hebt ook niks gedaan, laten zien. Nee. Volgens de statistieken heeft u niets gedaan, meneer. Klopt. Ah. Ik heb ook niks gedaan. Maar ik heb nou kogels. Ik heb wel 18 sniperkogels. Oh, eerst swipen we omdat ik niet goed genoeg ben en dan is het dood. Oh, ik heb er 17, ik heb er net één gespeeld. Dan krijg je wel weer 18 van terug. Ik heb er 8 in de mag. Let's go. Je kunt een voorkende charme hebben op de succession. Recommendation. Weet je wat het is, Chaos? Als je hier wil schieten, ja, weet je, dat werkt niet. Ik weet precies waar ze komen. Ja, weet ik. Maar ze hebben wel 4 cyclus. Ze hebben 4 cyclus, hè? Hoe ze spannen. Ja? Ja. Maar je kan zien aan de eerste wat de cyclus wordt. Ik zou het niet weten, al. Ja, nee, ik heb het te vaak gedaan. Dat weet ik. Riffik, kill je hem niet? Nee. Is hij wel finishable? Ja. Ah, ik denk, vraag ik ervan. Mark. Spawn links 2 mid. Spawn links 2 mid. Ben jij er klaar? Ja, als hij de deur op gaat, ja. Kom maar. Kom naar binnen. Mid, links 1, links 2. Wat was het? Mid, links 1, links 2. Spawn, rechts, mid. Spawn, rechts, mid. Spawn. Rechts, mid. Naar buiten. Ik ben buiten. Nieuw. Ik loop naast je. Ik heb hem wel even. Oh, ja, het is niet anders, Probeer het. We hebben gewoon damage phase. Ik heb wel of niet? Ik heb wel, ja. Ik word detained. Ik en ik sta voor jullie. Met explodes naast me. Pak op de relic. Immuun? Niet verkeerd. Ondanks de dead, maakt niet uit, niet verkeerd. Heavy, nice. 19 kogels. Ja, top. Quantum laten leven hier. Even rift helpen met de sub. Ja. Ik schiet 1 quantum weg. Die is 1-1. Die is van mij. Die is echt. Ja, oké. Ja. Dat is goed. Ik laat hem liggen. Heb je die andere nog op voor insurance of niet? Ja. Oh, what the fuck? Dit zijn gewoon. Ik zie mijn kogel niet. Opgelet. Dat was even niet anders, maar ik moest even resen. Alles is reloaded. Mark. Links 1, rechts 1, links 2. Links 1, rechts, links 2. 1. Links, rechts, links. Links. Yes. Thanks. Je kan komen wanneer je wil. Ja, ik zie niks. Ik kom er binnen. Oh. Ja, ja. Ja, top. Mid links 1. Ja, probeer maar. Nope. Hey, laat. Leuk.
bedoeling zijn. Nee, ik moet echt een Witherhood hebben, want ja, dat... Anderlijk is allemaal mooi en leuk, maar... Nou, dan pak ik toch gewoon Witherhood. Chaos, ja. Als jij, hoe heet dat, hè? Jij doet die eerste gatekeeper die altijd Thunder Crash, hè? Maar heb je dan wel je super als je terugkomt? Jazeker. Die krijg je namelijk instantly door Time's Vengeance. Oké. Okay. Nee, dan is prima. Yep. Want ik denk als dat niet zo is, ik kan hem namelijk ook gewoon killen. Nee, ik kan hem ook gewoon bewaren, maar dan pak ik gewoon Salvo ervoor. Ik hou hem wel vast. Als je maar gelijk je instantje dingen hebt, dan is het goed. Op het moment dat ik buiten kom, moet ik hem gelijk crashen om hem 2 keer te kunnen crashen. En dan praat ik echt over op 28 seconden buiten. Ja, I know, het is heel krap. Ja. Ik weet niet waarom die harpjes in de spawn blijven, maar... Ik kan zijn, maar Witherhood heeft het zo veel. Ik zie een blok heavy die ik wil hebben. Ik ga hem halen ook. We hebben nu nog tijd. I know, ik word alleen gekilled. Wat? Here we go. Stay alive. Ben nog. Venus. Venus? Nee! Hoe dan? Ik was op tijd. Uit, wipe. Wipe. Zo jammer, ik kan iedere keer het vlaggetje niet pakken. Ja. Nee, ik heb hem. Ik heb een blok heeft hem wel wat sneller gedaan dit keer. Ja, maakt er niet uit. We zijn er zo dichtbij, jongens. Ja, joh. We hebben het door. Het is gewoon weer een kwestie van goed vallen en een beetje luck. Zorg je ervoor dat hij niet zo chagrijnig is, zijn? Wie? Ik ben niet chagrijnig, schat. Ik vind het alleen maar leuk. Oh ja, wat kom ik hier doen? Oh ja, ik ga dichtbij staan als ze dat er ammo voor me dropt. De ammo scavenger. Echt zo. Ammo thief. Correctie, daar ging hij. Oh nee, miss hem. Blind shot. Fuck it, ik ga er wel een vlak pakken. Heb je er een, Riff? Yep. See it. Here we go. It's okay. Mid, links 1, links 2. Mid, links 1, links. Links 1, links 2. Joep. Top. Kan komen wanneer wil. Links 1, mid. Ik kom eraan. Links 1 mid. Links spawn. Rechts 2. Links spawn. Top. Rechts 1, rechts 2. Rechts 1, rechts 2. Spawn. Sorry. Damage face. Wel neer. Ik heb planten. Ja, yeah, thanks. Wat? Keep hitting. Let op je tank. Ik ben het niet. Wie? Door die tank. Ik kan de relic niet pakken. Wat? Hij wou de relic niet oppakken. Ah, kutzooi. Kan gebeuren. Yeah. Eén tel. Althans. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toen hij crashed hier er doorheen was. Nee, ik bleef gewoon tegen hem aanhangen. Hij wou gewoon geen contact maken met Etienne. Hey, soms reageer je niet op de crash zelf en dan sta je gewoon als een gekke. Ja, ik moet even wipen met ammo, want ik heb helemaal niks. Pak maar even wat drinken.
We zijn erbij, we zijn erbij. Heb je nou gewoon Willen erbij gepakt dan? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, met Willen had het beter. Nou, top. Maar ik heb het ook echt nooit vergeven voor die ene net. Ah ja, fuck die shit. Oh man. Ouwe. Of je ouder gooien en vergeten. Kan gebeuren. Ik had de tweede en derde vent damage phase als die Thundercrest nog mee had gezeten. Omdat we 1 seconde eerder buiten waren. Dan had het ook wel een hoop geschild. Weet je wel. Zo hebben we allemaal van die dingetjes. Ja, we waren er bijna. Ja, ja. Jouw wipe, hè? Ja, 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 ik had helemaal geen ammo meer, joh. Ik had nog 9 Xeno's. Ja, ja. Wipe voor diep. Wipe voor dieps. Die gebruikt de superna? Ja, want als je gaat dood, maar je well staat niet ergens op, dan telt hij niet mee. Ah, oh ja, tuurlijk. Als je doodgaat tijdens de well-activatie, dan heb je nog steeds je super gewoon. Uh-huh. Ja. Volgens mij ben je bubbel wel kwijt. Ik weet het niet zeker. Ik weet het ook niet zeker. Ik ga het ook niet uitproberen. Sorry schat. Let's go. Here we go again. Boxen doen. Kijk nou uit. Dadelijk opspringt, jongen, je bent dood, echt waar. En dan? Dat is dood. Ik probeer het tegen jou te hieten. Wat is hij nou? Wat is dat? De Quantum Harpies. Ja, dat is heel lang. Hey, daar ben je. Oh. En die andere komt er ook nu aan. Oh, mooi. Een backup plan. Here we go. Oh, nee. What? Mislukt? Nee, ik was net te vroeg. Je moet het echt doen nadat die geluidje is en na de golf. Als die heeft die golf gemaakt, dan kan ik pas. You got this. Ga toch weg, Etienne. Morgen niet zelf. Sorry? Morgen niet zelf. Nee, dat hoop ik wel. Ik hoop dat hij dadelijk dood is. Echt zo. Hoop ik ook. Dat zou heel leuk zijn. Ja, allebei finishable. Ja. Nice. Even komt u. Mars. Links 2. Links 2? Links 2, links 1. Joep. Rechts 1. Ja, kom maar wanneer je kan, hoor. Kom, ja, ik kom eraan. Links 1, ja, thanks. Nee, rechts 2, links 1, spawn. Rechts 2, links 1, spawn. Ah, die warmarts. Ah, oh, ik moet hem wel gebruiken. Mid. Ja, maar jij. Hé, links 2, mid, links 1. Links 2,
Damage face. Waar ligt die? Ik sta net in de midden. Ja, dat is goed, prima. Dan doen we dit naar mid. Chaos mid. Ja, ik ben er al. Kan ook gewoon. Wie wordt er meteen? Ik ben naar voren. Ik heb geen wal meer. Oh, fuck. Tweede crash. Met. Nice. Nee! Nee! Kan je ophalen? Dan kan je nog oppakken. Sorry, ik roepte wel heel hard. Sorry voor jullie oortjes. Mooie damage. Klein schip, probleem hier. Stay alive. Ik maak er wel even eentje low. Ja, deze is low. Low. Oké. Okay, andere kant staan er ook twee. Oh, ja, één. Ik heb hier ook eentje low, dus. Oké. Okay. Heel goed. Ja? Ja, die ene is echt puur one shot, dus. Deze killen? Ja. Oké, ik heb 14 energie, dus. We hebben geen resus meer, dus. Yep. Kan je de vlag pakken? Ja, ik wacht nog één ronde, ik heb nog genoeg. Oké, here we go. Venus, oké. Venus. Spawn rechts 2 links. Spawn rechts links. Spawn rechts 2, spawn rechts links. Links rechts. Spawn. Spawn. Rechts. Links. Links. Spawn. Rechts. Links. Nee, ik kom er binnen, oké? Okay? Links. Ja, kom maar. Links. Ja, ben je binnen geweest? Ja. Thanks. Mid. Links rechts. Mid links rechts. Mid. Links. Links. Rechts. Links, ja. Mid. Links, links, rechts, mid. Links, rechts, mid. Ik heb geen. Links. Wat? Wat? Ah, fuck. Mijn fout. Dat was laat. Het was geen mid, het was bom. Ja. Oh, sorry. Nee, shit heb ik. 1.1. Ja, toch. Ja, ik had zoiets van als jij voor die rest gaat, kan ik hem crashen? Kan ik die tweede crash ook mee pakken? Ja, ja, nee, moest wel toch? Maar hij had gelukkig wel. Ja, die stond er enigszins. Ja, ik moet pakken. Vlag dus. Ik gok erop dat er heavy dropt. En anders heb ik mijn sniper. Anders heb ik mijn sniper nog. Laat maar gewoon proberen. Ja, joh. We zijn al tot de laatste phase gekomen. Hij had nog godverdomme 1/6 over of zo. Ja, we waren er echt bij. Ja, oké, okay, ik stop met die boxen kutten. Ik lag bijna tegen de muur aan. Oeps. Ja. Succes, hè. Yo. Ze liggen weer op het. Hoe bezig. Hij schiet er niet op. Nee, hey, dat was mijn Dragonfly. Ah, je hebt er eentje, je hebt er een. Mm. Er zit iemand in de leuruk. Hey, Heavy. Here we go. Joep. Mars. Mars. Rechts, links 2, links 1. Rechts, links 2, links 1. Rechts, links 2. Rechts, links 1. Nee, is niet links 1, links 2. Links 2, links 1. Ik moet weer even positioneren, even checken met mijn handje en dan weet ik het weer. Het valt op zich wel mee hoe anders het is, maar het is gewoon even. Goed onthouden. Je hebt een andere hoek, dat is meer. Die hoek fokt je. Ja, maakt niet uit. Maar het is niet zo. Het is niet zo moeilijk of zo, dat is zeker niet zo. Nee, zeker niet. Even klimmerrapen. Ja, even lekker klimmerrapen. Ik ga even klimmerrapen.
gewoon lekker voor mijn sniper kop lopen. Goed idee. Ja. Oh, gossie. Wie zit er nou eentje? Op zich heb ik ze niet heel hard nodig hoor. Maar... Nou dan. Nou dan. Fucker. Fuckers. Heb je er een, Riff? Heb je er ook twee? Ja. Ik heb geen. Komt ie? Here we go. Zwaard. Spawn, mid, rechts. Spawn, mid, rechts. Ik ben Benzen, 3. Ja. Ja, ik ben er. Wacht eens. Links 2. Spawn? Links 2. Links 2. Links 2. Spawn. Heel goed. Waar is die warm-up cel? Daar. Ja, ligt naar links. Spawn, rechts, links. Spawn, rechts, links. Achter de deur, dus. Spawn, rechts, links. Damage face. Damage face. Met supplicant voor mijn neus, dus als iemand mij kan hier cleansen, alsjeblieft. Ja. Links. Oh, ik stond ook gewoon nog goed, ook. Oh, halleluja. Wie wordt het detained? Ik word detained, ik ga hier aan de zijkant staan. Oh, nee, te dichtbij. Sorry. Even goed nog op alle knoppen rossen, weet je, om eruit te komen. Ja, ik heb het wel. Voor het geval dat. Blijkbaar opeens een glitch is. Hè? Dat er opeens een glitch is waardoor je eruit kan. Ja, bijvoorbeeld. Volgens mij kon je wel met het ding uitkomen. Volgens mij kon je met, met de finisher. Nee, ja, met de finisher. Je eigenlijk wel vast hebben. Als je hem dan op het moment dat hij die motion doet om ze doe gewoon even een normale vlag zetten. Ja. Hoe heet dat? Op het moment dat hij een motion doet dat hij wil gaan detainen, dan moet je cleansen. Mm-hmm. En dan gebeurt er niks. Ja, gewoon go. Ja hoor, gewoon go. Dat zag je niet hoor. Zeg niks. Ik heb gelukkig op beeld. Heb je wel live? Ik wel, ja. Ik heb geen melding gehad, vind ik een beetje gek. Nee, ik ook niet hoor. Ik heb alleen van jou gehad. Ja, ik moet zeggen, yes. Discord was er ook, Misix was er heel snel bij. Ik wil zeggen, binnen een minuut had hij door dat ik live was. Dat ik niet aan het gamen ben. Huh? Ja, ik ben natuurlijk niet aan het gamen, dus jij hebt alle downloads. Let's go! Venus. Spawn, links, mid. Spawn, mid, links. Spawn, links, mid. Spawn, links, mid. Ja. De B komt cleansen. Ja, kom maar. Spawn, rechts, links. Spawn, rechts, links. Spawn, rechts, links. Spawn, rechts, links. Waarom nou weer die fucking L1, jongen? Ja, dat die is... L1 mid. R1, L1 mid? Ja. L1 mid. R L. Ja, kut. Die zitten naast elkaar natuurlijk. Ja, dat is echt heel close. Ja, nee, maar ik moet gewoon onthouden dat links kut is dat de hit hier.
L1 is altijd kut. Die moet opbouwen. Ja, L1 kut. En dan weet je ook gelijk bij L2. Oké, vanaf nu ga ik in plaats van L1 zitten, ga ik gewoon kut zeggen als je op Venus dan. Ja. Doe dat maar niet. Doe dat maar niet. Oké, ik begin nu opeens met hele verkeerde beelden te denken. Dat doe ik maar niet. Dat moet je niet doen. Nee. Nou, dan hebben we nu de mooie vlag natuurlijk. Yep. Wat doe ik hier? Echt waar. Hier. Ja, je doet het iedere keer zelf hoor. Als je even een schip maar op te oppakken. Ik doe niks. Nee, dat weten we. Ja, I know. Maar ik hoef ook niks te doen. Anders of ik schiet ze allemaal weer af, weet je wel. Of jouw ammo ligt weer verder. Als je maar DPS op 18 doet, vind ik het lang goed. Voor de rest... Hey, met mijn DPS is niks aan de hand, hè? Die is gewoon goed, hè? Nee, daarom zei hij ook. Zolang je maar je DPS doet, is er niks aan de hand. Ik zit netjes met mijn hand onder mijn hoofd. Ja, heb je hem zo ver, Riff? Hij is gewoon allebei zo ver. Jezus, wat een kunstenaar hier ook. Venus. Spawn links mid. Spawn links mid. Spawn links mid. Spawn links mid. Kom maar op, hè. Spawn links, ik kom eraan, ja. Ik ben er. Spawn links. Spawn links, ja. Spawn links 1. Links 2. Spawn links 1, links 2. Spawn links, links. In links 2, rechts 2, links 1. Verstond het niet. Links 2, rechts 2, links 1. Joep. Links 2. Wat? Rechts 2. Joep. Yep. Ik zag hem even niet. Ik heb iets face. Ja. Staat er allemaal wel. Heel goed. Ik ben laat met mijn crash. Dat is in ieder geval met de eerste. Mag je uit? Ik ben door de portal. Nou, dan heb ik nog 3 seconden. Ik word gedetained. Ik schiet je er zo wel uit. Oh. Ja, take wood. Ja, mooi. Ik ben nog steeds blind. Oké, intel. Gewoon schieten. Time op. Ja, ik ben nog cleansed. Ik heb mijn tweede crash er ook nog op. Ja, goede damage. Alles hier links is dood, denk ik. Ja, maar niks op rechts. Alles op rechts is dood, bedoel ik. Kijk uit, suppies. Suppie. Ik heb nog 1 quantum bij jullie levens. Ja, is dat er bovenop zeker? Ja. Ik heb rally moeten doen. Ja, prima. Reload. Leven nog 2 quantums. Leven ze ja, in de lucht? Ik heb 1 chance pakken. Allebei low. Here we go. Mars? Ja, Mars, oké. Okay. Spawn links 1, links 2. Spawn links 1, links 2. Spawn links 1, links 2. Spawn. Kom plans in de way. Ja. Twee. Waar is die Warmind? Daar al. Dacht niet. Ja, nee. Spawn mid rechts. Spawn mid rechts. De B, ik kan ammo halen. Mid links 2. Links 1. Wat was het? Ah, kut. Links 1, links 2. Links 2, links 1. Ah, we zijn los. Ah, jammer. Net te laat. Oh, ja. Ah. Bam, jongen. Kill alleen niet zoveel. Hoi, Artis. Artis de weer? Ik zie Artis. Of hij is er alweer uit hoor, dat kan ook. Artis was er al een heel poosje uit, dus die ja,
Nee, hij was weer terug. Hij is weer terug. Hij is terug en hij was weer weg. Hij is terug en weg, denk ik. Normaal roep ik het niet uit als ze aan het lurken zijn, maar ik zie hem nou toevallig. Ik probeer DB dwars te zitten met snipeschat, maar het lukt niet. Lukt niet echt, hè? Nee. Nee, lukt niet. Lukt niet. Ja, wel mooi, hè? Ik moest. Komende zondag hebben we een. Bij mijn schoonfamilie en een barbecue. Was er eerst in instantie gezegd dat ik alleen kipsteak hoef te maken? Nou moet ik blijkbaar al het vlees regelen. Oh, nice. We worden blijkbaar opeens vandaag besloten zonder mij in te liggen. We staan Venus. Links, rechts, mid. Oh, spawn. Links, rechts, spawn. Links, rechts, spawn. Links. Ik kom naar B. Ja. Rechts, spawn. Waar ligt die warmind daar al? Nice. Rechts 2. Rechts 2. Links 2, rechts 1, links 1. Links 2. Rechts 1. Links 1. Rechts 1, links 1. Spawn. Rechts 1. Cleanse. Spawn rechts 1. Spawn rechts 1. Spawn rechts 1. Die andere zijn alleen. Damage face. Damage. Yeah. Ja, ik heb de cleanse nog mee. Wat, ik face eromheen. Ik wil weggejiet aan de andere kant. Maakt niet uit. Er wordt ook gedetained. Ja, ik word ook gedetained. Ik sta aan de zijkant. Ja. Ik ga waarschijnlijk dood. Nee. Oh, bijna. Jeez, wat een damage. Nice. 8 zeno's, dat is wel kut. Vlaggetje. Ja, die heb ik volgens mij al. Nee, die heb ik nog niet. De ruitsup. Hou de eentje low. Oh, die subs zijn irritant. Ik heb hier een low harpy voor je. Loop beneden. Ik heb hier twee quantums. Oké. Okay. Okay. Oh, sorry. Ja, suppie, suppie! Sup. Heavy, top. Is hij nog, heb je hem nog in range? Ik heb hier nog een quantumpje. Oké. Okay. Ja. Here we go. Mars. Mars. Spawn mid rechts. Spawn mid rechts. Spawn met rechts. Ja, kom maar. Ja. Met. Oh shit, dat was snel. Met. Nee, rechts. Rechts met links. Rechts met links. Ik ben hem al open. Rechts met links. Klopt. Rechts. Rechts spawn links 2. Rechts. Spawn. Links spawn. Rechts, links spawn. Rechts, links spawn. Ja. Nice. Geen well hier, dus de B. Ik heb een well. Alles dan. Daarom. Ja, sorry, we zijn even druk. Ja, snap ik. Ik word weer detained, ik sta voor. Ja, ik zie het. Ik ben super low. En niet healen. Ja, ik heb bijna weer mijn tunnel crash. Tweede tunnel crash. Bed. Nice. Ik hoor. Oeh. Oh, net tijd. Dit is damage voor jongens. Dit is strak. Oh, moet je raden wat er net allemaal voor me dropt. Niet jinxen jongens, alsjeblieft niet jinxen. Wat denk je? Kijk uit, dat is één. Ik heb een low harpy recht. Quantum harpy. Heavy zit vol. Ja, dat dan. Ik schiet even die harpjes uit de lucht gooien. Ja.
Je hebt zelf quantums? Ja. Nice, nog een blok heavy. Heavy zit rachvol. Goed zo. Oké, gewoon aandacht erbij. We hebben nog twee damage faces. Damage faces. Here we go. Mark. Links, rechts. Rechts 1. Links, rechts 2, rechts 1. Links, rechts 1, rechts 2. Nee, links, rechts 2, rechts 1. Rechts 2, rechts 1. Heel goed. Kom maar binnen. Rechts 2, mid. Rechts, ik kan de derde niet zien. Dus rechts 2, mid. Rechts 2, mid. Ja. Kom dan, mee. Nee, te laat. Nooo. Ai. Maakt niet uit. 1.9. Wat een damage. Hoeveel feest waren dat? 2? 2. God damn. Wat was er nou gebeurd? Ik kwam niet tegen de muur of zo. Wie? Ik, toen ik er binnen kwam. Ik weet niet. Jij liep helemaal alsof je een U-turn maakte. Als jij direct naar binnen kan lopen voor de tweede call-out, heel graag. Ja. Want daar zat ik op te wachten namelijk. Ja, dat kon ik dus niet doen, want ineens waren supplicants rondom mijn neus. Ik kan niks proberen. Ja, zo weer. Let's go. Een vlaggetje en dan go. Anders naar de, zodra ik heb de tweede call-out gedaan, dan kom ik altijd naar binnen. Dan zei de deur ineens dicht. Ja, maar daarvoor was het de hele tijd voor. Ach, de deur stond dicht. Hé, de deur stond open. De deur stond van open. De deur stond open! De deur stond open. Ja, probeer het. Dat vind ik niet moeilijk. Ik kom gewoon naar binnen. En zou ik het dan voor de tweede call-out doen? Ja. Ja, als dat lukt. Ja, is goed. Ik had het niet best. Precies toen jij binnenliep had ik geen cleanse meer. Ja, klopt ja. Nou ja, hij was al binnen geweest. Althans, je liep ook heel ver naar binnen, zeg maar. En je liep gelijk linksaf. Yo, Twitch Authority E0244. Dankjewel voor de follow, man. Ja, thanks voor de follow. Volg mij nu ook. Ja, we hebben al ook gezegd, Sam. Dus komt u? Even go. Dit ruikt naar bot. Hey? Rechts, links, mid. Rechts, links, mid. Rechts 2, links 1. Binnen. Rechts 2. Ja, kom maar. Links, mid. Mid, links 1, rechts 2. Mid, links, rechts? Mid, links, rechts. Mid, links, rechts. Mid, links, rechts. Links, links 2, rechts. Wat, mid? Links 1, links 2, rechts. Links 1. Ik weet ook niet waar ik sta. Wel in de well, dus. Ja, je staat goed, je staat... Oké, dus ik kan nog alleen... Redelijk goed. Adrian! Ik weet niet waar de fuck heen wordt gejiept, maar ik volg me eigenlijk wel even goed. Ik word er niet eens. Ik sta hier. Ja, dan schiet je er zo uit. Ik schiet je er wel uit. Als ik niet te dichtbij stond. Dichtbij, jawel. Ja. Pak de relic! Pak hem! Geef hem! Geef hier! Hé, wat is hij nou? Oh, nee. Wat was dat voor bot, joh? Nee, die was in het neus gaan staan. Wat is dat voor bot, joh? Die E0244. Ik heb geen idee. Hij zit er bij mij ook. Fuck. Het kan ook gewoon zo'n naampje zijn van, weet je, hij doet alsof hij een robot is. Ja, dat zegt het. Ja, oké, maar het is wel heel apart dat hij zowel in één keer mij en de B te pakken heeft. Tegelijkertijd. Ja. En nu is het niet te streamen. Waarom niet? God, wat een reclame voor je. Ik kan niet met DPC streamen. Ja, yeah, true. Oh ja, tuurlijk, je bent natuurlijk bij je ouders. 70. Ja. Ja.
9-7. Top kaart. Ja. Ah, ik heb toch liever mijn 10-7. Maar de kaart voor jou maar, joh. Zou je willen? Zou je willen? Ik kon hem bijna van de week kopen, maar... Ik kan hem gewoon sowieso kopen. Maar ik kon hem voor 700 euro hebben. Dan had ik hem sowieso gekocht. Ja, ik heb de geld niet. Al was het alleen om daarna door te kopen. Ik wou al zeggen. Je weet niet wat ermee gedaan is. Ik heb die Het was sowieso opgemined, dat weet ik voor wel zeker. Oh, dan hoef ik mijn gemijnde kaart hoef ik sowieso niet. Nee. Het is gelijk klaar. Yep. Nee, maar zo goedkoop, dan weet je dat die gemijnd gewonnen is. Ja, maar die zijn gewoon non-stop 100% lood kwijt. Ja. Here we go. Mars. Oh shit, doe ik het weer. Rechts, links, mid. Rechts, links, mid. Zo dan. Rechts, links. Rechts, links, mid. Wat? Ja, rechts, links. Ja, kom maar. Rechts, links, spawn. Rechts, links, spawn. Rechts, links, spawn. Top. Dit gaat goed, joh. Rechts, twee. Nee. Links, twee. Rechts, links 1. Wat? Links 2, rechts, links 1. Damage phase. Here we go, damage phase. Blend. Ja, ik ben gekletst, Ik word meteen, iemand pakt de relic. Kun je hem pakken? Ik schiet hem wel uit. Je bent raad? Ik ben bijna dood. Pak hem erin. Oh, super. Kun je super poppen? Nee, niet nodig eigenlijk. Ja, handig. Immuun. Het is wel handig. Het is oké damage. Dus, ja, het is gewoon goede damage, man. Het is gewoon goede damage. Kijk, heavy blokje. Wat lief. Damage wordt steeds stabieler. Dat is groter worden. Ja, dat is het. Maar dat zeg ik je. Als ik gewoon hoe dan ook twee keer kan crashen, dan is het goed. Ik heb hier een heel erg goed voor je. Laat hem alsjeblieft staan. Ja. Yo, ik kill die. Alleen die rode dood maken. Oh, ik heb er meerdere lood voor je zelf. Nee. Laat maar leven die. Aan de andere kant staat er ook eentje low. Mooi. Daar kill ik er één van. Ja. De andere laat ik nog even staan. Here we go. Mars? Ja, Mars. Ja. Rechts 2, rechts 1, spawn. Rechts 2, rechts 1, spawn. Rechts 2, rechts 1, mid. Oké. Okay. Rechts 2, rechts 1, spawn. Mid. Daar aan de B? Ja, kom maar. Rechts 2, mid, spawn. Rechts 2, mid, spawn. Rechts 1, rechts 2, links 2. Rechts 1, rechts 2, links. Damage face. Damage. Ik ben dood. Nee. No, you're not. Is het wel? Sorry voor de laat low, maar. Die wordt er tank. Ik heb. Ik sta links voor jullie. Ja, zie het. Free me! Free Willy! Sorry dan. Dat red ik. Ah, dat red ik. Mwaaah! Mwaaah! Kijk voor de chip. Als we nog zo'n face kunnen doen, dan zijn we er. Yep. Low alsjeblieft op links. Ja. Niet doden. Nee. Ik zag het al, dus ik liet zo gaan. Heel goed, jongens. Pak de vlag in die nodig. Ik kan hem niet pakken, maar ik heb nog 19 Xeno's, 18 snipers. Oké.
Ze zijn allebei super low voor je, Riff. Nou jongens, kom op. Oh, rustig aan, aandacht erbij. Here we go. Adem in, adem uit. Langs. Rechts, links, rechts 1. Rechts 2, links, rechts 1. Rechts 2, links, rechts 1 inderdaad. Oké. Okay. Kom naar binnen, 3. Ja. Rechts. Ja, ben er, thanks. Rechts 1, rechts 2, links. Rechts 1, rechts 2, links. Links 2, rechts 1, mid. Links, rechts, mid. Ja. Links, rechts, mid. Links, rechts, mid. Links, rechts, mid. Dance face. Oh, Clint, ja, even. Denk ik. Clint, over de zeker toon zo nog een keer. Nee, maar ik denk dat ik net weggeklenst. Subs, kijk uit. Ik word detained weer, ik word blind ook. Dus dat is echt kut. Ik sta rechts voor jullie. Ja. Ik sta nu jullie gemikt. Ja. Nee, oh, ik ben nog steeds niet geklenst. Oh. Ik zie nog steeds niks. Ik zie niks. Ja, één moment. Ja, ja, ja. Te laat. Nee. Oké, we zijn er bijna. Ja, hebben we nog een res? Ja. Ik zie niet waar ik heen loop namelijk. Waar moet ik heen? Oké. Ik loop naar Patrick. Ja, ja, ik moet dood voordat we geteleporteerd worden. Ja, loop maar naar beneden. Loop maar rechtdoor. Oké, ik ben dood. Oh shit, ik sta op hem. Ja, ik heb je. Okay. Ik heb je. Rip, zorg voor je ding. Ik heb hem. Dat, ik heb eentje dat enige waar je voor moet worden. Oh, relax. Vorige keer. Ik heb nog 8 zeno's. Ik heb geen vlag. Drie harpjes hier. Ik heb geen zeno bij me, dus. Ah, nee, maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik kan de kogels verdelen. Oké. Okay. Here we go. Yes, oh, Venus. Rechts, links, links 1. Rechts, links. Wat? Rechts 2, links 2. Links 1. Rechts 2. Okay. Daar binnen de B. Ja, kom maar. Ja. Ja, hebben. Links, rechts, links 2. Links 1, rechts, links 2. Links 1, rechts, links 2. Links 1, rechts. Mid, links 1, rechts 2. Mid? Mid, links 1, rechts 2. Mid, links 1. Acht keer. Damage first, ik ben gecleansed. Boeia! Holy fucking hell. Three men fucking done. Ja, maar ga je gaat tellen inderdaad, want ik ben wel van... We zijn verkeer gewisseld, maar als het goed is, stelt hij dat omdat je hetzelfde account bent. Of hij pakt hem wel door, dan zijn we gefucked. Dat maakt niet uit, betekent dat we hem nog steeds een keertje nog kunnen. En we hebben hem gehaald, dus wij kunnen het wel nog. Nou, we kunnen het zeker weten. Als hij wil in mijn plek komen, prima. Three men done. Kom even naast elkaar zitten. Kom op, groepfoto. Ik zal even de hut uitzetten. Even wachten totdat de hut disable weg is. Screenshot, wat? Ja, top. Settings. Oh, wacht, dat was het. Hoofdpijn. Nee. Nou, wie is fighting leader? Get us to orbit. Get us to orbit. Bring us to orbit.
Hallo. Hallo. Gefeliciteerd, jongens. Dank u zeer. Dank u, dank u. Ik zal hem gelijk even daarin trappen. Plezier. Upload file. Documenten. Screenshots. Wacht tot u update. Jezus. Statstracker. Hij is nog niet geüpdate. Last raid. Nee. Hij is, ik zit te wachten op die update. Duurt soms even. Ja, het op raid report. Ja. Mm-hmm. 39 nog. 39 nog. Ik weet niet hoe verder. Of doe je, blijf refreshen. Ik zit nou wel op 49 clears. Ik 39. Dat was 40. Kut leren. Ik zit op 49. Yes, trio. Yep, wat ik zag iets staan. Ik zag ook dat iets staan. Je. Trio. Flawless. Day one. Nice. Dat ja, noem maar trio flawless. Dus dat was, dit was ook gewoon clear 50. Dat is mijn 49ste clear. We zijn in totaal 3 uur en 7 minuten bezig geweest. Vergeet niet hè, dat vergeet niet dat we Gatekeeper hebben moeten uitvinden. En we hebben Atrium moeten uitvinden en ja, daar een ritme in zien te bouwen. Echt zo. Dus dat is echt geen gekke tijd hoor. Jullie krijgen een dieper respect van Noxol. Ja, hij zegt hoe dan? Nou ja, dat is heel makkelijk. Get good. Dat moest met SpongeBob geantwoord worden. Ja, jullie staan er alleen 2 keer in. Ja. Oh. Oh niet. Ja, je hebt me verknipt. Dat zien we toevallig. Dat kun je goed zien. Je ziet het ook aan de tijd, hè? 1,5 uur, 3 uur 7. Hey, trio staat er gewoon nou, bij, klaar. Trio, bij, dus trio staat erbij, fuck it. Holy shit. Nice. Dank u zeer. Ja, jullie ook jongens. Goed gedaan. Ja, lekker man. En wat is de volgende uitdaging voor de heren? Master, trio. My ass. Nee? Op master my ass houden. Nee, echt, master niet, dat is sowieso niet. Ik vind prima om Deepstone Creep 3 maanden, maar... Ja, dat vind ik ook prima. Dat wil ik ook doen hoor. Diepstaan drie mannen? Hoe dan? Ja hoor, easy. Wat is daar moeilijk eigenlijk aan, diepstaan drie mannen? Volgens mij, je moet deads, je moet expres doodgaan om die refresh... Nope. Nee? Welke refresh? Je buff moet, refresh. Je moet op tijd die buff dumpen, dat is meer. Ja, dat ook. Maar er zijn ook encounters waar je echt wel even dood moet gaan om die refresh te krijgen. Nee, maar welke bedoel je nu dan? De derde encounter laat je gewoon de scanner los en je gaat gewoon met 3 balletjes. De vierde red je het wel, maar daar heb je tijd genoeg. Maar de derde niet. Scanner laat je los. Of, je pakt toch alleen je operator en je neemt scanner en suppressor. Alleen scanner en suppressor inderdaad. Je gaat 3 ballen lopen. Ja. Je gaat gewoon met 3 balletjes lopen. Dat hadden we met Crown toen we nog de 2 maanden probeerden. Hij is binnen. De trio staat op de raid report. Zeker weten. Echt zo. Ik weet nou niet of ik blij moet zijn of bang moet zijn dat mijn vriend in het vreemd gaat. Wat? Wat doe jij nou weer?
Ja, nou, op zich ging die wel vreemd, ja. Oh mijn god, strak je slappe zakken. En het wel met twee mannen ook nog. Maakt niet uit. Oh my god. Hey, als je naar ze kijkt op je nachtkastje... Op je nachtkastje ligt een briefje en daar staat hashtag no homo. Oh, die had het op dit manier. Ik dacht gewoon sokken, hoor. Wat? Jij gaat van rubber ga je naar sokken, ouwe. Dit, nee. Gewoon nee. Sokken werkt niet zo goed, nog even. No, man. Oh mijn god. Maar dragen ze dan wel eerst de hele dag nog even? Zodat ze een beetje crunchy worden op een gegeven moment. Oh my. God. Weet je wel, een beetje herkenning van die vislucht. Of ben je die lucht al vergeten hoe dat raakt? Oh, hou gewoon op, oké. Okay? Ik heb... Je weet wel, van die zate mosselen. What the fuck heb je nu over? Zate mosselen. Hoe kom je nou vanuit sokken dragen naar... Heb je nog nooit een vriendin gehad uit een havendorpje of zo, weet je wel? Als de wind. Gewoon een havendorp zoals ze meiden. Als de wind dan van zee afkomt, dan ruik je altijd een van die zouten mossel en die gaan openstaan. Oh, dat is. Ik kom origineel uit Heemskerk, hè? Dat ligt naast Beverwijk. Dat, ik weet waar Heemskerk ligt. Dit werd ons standaard verteld. Ik ben er vanochtend nog langs gereden. Wat, Heemskerk? Op Beverwijk. Ja, dat ligt naast elkaar, dus dat maakt ook niet uit. Op Beverwijk was ik nog vorige week geweest. Daar moet je gewoon heel hard langs rijden en vergeten. Ja, eens keer voor ons een vriendin. We moeten naar Bentveld, dus op zich. Wat? Bentveld. Ligt naast Zandvoort. Ik ben nooit in de buurt van Zandvoort gekomen. Echt niet. Wij hebben Zandvoort ook niet gezien. Ja, de gemeente Zandvoort. De gemeente wel, ja. Jammer dat er geen trein is voor Tree Man. Hey, het staat op Breed Rapport, I don't care. Precies. Enige hotel. Godverdomme zaterdag, ik heb nu pas mijn klein XP af. Op de Titan. Ik heb geen idee of ik die woud af heb. Jezus. Oh, die heb je zelf niet af, joh, nog 5%. Maar wanneer doen we hem driemaal flawless? Als jullie betere player hebben dan ik? Als jij gewoon dus levend blijft? Dat vraag je van mij, hè? Bro, ik... Het grootste probleem zit hem in die gatekeeper en Athian. Ja. Dat is het hem. Het is echt gatekeeper Athian. Ja, bij Gatekeeper is het vriezen en bij Gate. Ja. Je hoeft maar één keer pech te hebben bij Gate. Nee, we hebben wel gezien, weet je wel. Je staat binnen 20 minuten bij Gate. Dus het is doelbaar qua farmability. Dat ging wel echt serieus heel snel trouwens. Ja. Want die eerste drie, dat was gewoon one try en we waren. Ja, tot een Gatekeeper was helemaal one try dus. En flawless is mogelijk. Het is echt die gatekeeper en Athian. Zo, we hebben elke chance gehaald, of ja, elk niet face, maar ook een counter gedaan. Dus het moet flawless kunnen. Ja, het moet wel flawless zeker kunnen. Als bij Gorgons hebben wij niet moeten wipen. Oh, als we Gorgons hadden gewiped, dan had ik je persoonlijk in je ballen getrapt, Rivik. Oetje. 65 views, jongens, en maar één like op die hele nikke video. Ja, wat raar. Ja, dat vind ik nou echt heel gek. Hoe komt dat nou? Het verbaast me dat hij nu überhaupt nog opstaat. Ja, dat ook. Het verbaast me dat die past broadcast niet gemute is. Nee, dat is zeker waar. Nou, voor de jongens in de stream, dankjewel voor het kijken. Tot volgende. Ja, die heb je ook afsluiten.